nieuws, Hey, Niels. Niels. Hey, ik ben er Ja, weer. dames en heren, luister toe, luister toe. Welkom op dit gare eiland. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat jullie op deze kaart, op deze map gaan spelen. Dus een beetje een introductiemissie. We gaan zo korte DA's uitvoeren om een beetje het eiland een beetje te leren kennen. Het zullen ook DA's zijn op elke plek van het eiland, dat een beetje belangrijk is. Verder, vandaag vechten wij tegen Rusland. Die wordt ondersteund door Wagner en wat ultranationalisten hier op het eiland. De rode HQ-markers zijn objecten. De rest van die vraagteken, of hoe heet het, die vlaggetjes, die zijn niet heel erg interessant voorlopig. Dat is alleen voor missie technisch, voor de clue. Dat zal ik dus ook later met hun gaan bespreken. Als eerste gaan wij zo wat objecten aangrijpen, maar die bespreek ik zo eerst even met de groepscommandanten. Gezien ik moet nog even moet bepalen welke objecten dat worden. Even kijken, hebben wij clue? Ja, we hebben twee clue. En voor de rest hebben we 15 man, dus dat is drie, ja, twee groepen. Dus we gaan zo twee groepen optreden en clue en een transportclue, dus clue 2 en een transportclue. Verder, dit zijn DA's waar je in principe als clue zo goed zijn werk doet, gewoon bijna op het object of vrijwel direct ernaast kan landen. Dus doe dat ook, want hoe langer je bij een object blijft, hoe langer de vijand heeft om een tegenaanval op te zetten of dan wel mortieren of artillerie in te zetten tegen jullie. En dan ben je fucked, dan ga je ook gewoon met de hele groep kapot. Na elk object, als je geen vervolgobject vindt qua intel daar op het object zelf, kan je weer terugkomen richting basis en wachten tot je een ander object hebt toegewezen. Dan kun je hier even rearmen, even nabespreken, whatever. Even denken, wat heb ik nog meer dingen te zeggen? Burgers, ja, bij bepaalde objecten zie je vanzelf wel dat het burgers zijn. Bijvoorbeeld als je een ziekenhuis gaat aanvallen, dan is er natuurlijk wel een hoge kans dat het burgers zijn. Ga je een militair object aanvallen, dan is er minder kans dat er burgers zijn. Ja, voor de rest heb ik niet zo heel veel te zeggen. Als u vragen hebt, blijf lekker staan en als op knietjes. Nick. Wat zijn de kisten waar de clue in gaat optreden? Dat ga ik zo nog met jullie bespreken. Dus even de twee clue. Wou Daniel niet? Joh. Uittreden, juju. Twee GPC's. Nou, Quincy Alpha, David Bravo. Ja, te laat. Quincy Alpha, David Bravo. Ja. Slaas, beginnen we daar even mee. Oh, daar moet ik staan. Oh. Juriaan Alpha, Rob Bravo, CLS's. Geert Alpha, Ruben Bravo. Pionierverkenners. Bram T. Alpha, Dimitri Bravo. Volgens mij één Thijs ook maar GPC. Bravo. Nee, Ja. ik heb niet. Minimize. Niels. Doe maar Bravo. Kieran Alpha en Ja, Amun. daar zijn voor Amun, is mij dat de zo? meest Spreek je dat zo uit, Amun? handige Ja, oké. heli. Dan Alpha. Dus links. Ja, zat Alpha. Hebben we nu evenwichtig? Was zat ik bij Alpha? Ja, Ja, toch? Kieran Volgens mij was Alpha, ongeveer ja. wel. Ja, dat is goed. Ja, niet qua Ja, ervaring, mooi. maar Groepscommandanten, neem je groep apart. Kom zo terug bij mij, dan brief ik je even. Ik ga even wat te drinken halen, dus binnen 2 minuten terug. Alright. Roger. Kijken waar Alpha is. Alpha, blijf gelijk hier. Ik wilde eigenlijk geen plava zijn. Een beetje hoofdpijn, maar ik denk dat het Ik wel. wacht maar even, ik ga wel even kijken of ik wat kan fixen, want ik vind het een beetje oneerlijk. Ja, ik krijg ook wel. Om mijn poes op te zouten. Nee. Eerlijk, Frequency was 32, toch? Alpha is 31. 31. 31. Autosbeer. Is dat de naam van je kat? Nee, Autosbeer is 31 op zijn Turks. Huh. Mijn Ja. kat heette Jumradan Ankara Aram Akbas. Oh ja, Ja? die ja. Was dat niet een van die zo'n aanslag had gedaan? Ja, zat hij niet in dat Nee, vliegtuig? nee, 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 nee. Dat is een Nee,
Fen Kedilar, oftewel een kat uit Fen, Mount Ararat. Fenrai. En die wegen zo'n 10 tot 12 kilo. Wauw. Weet je zeker dat het geen tijger is? Dat is bijna even zoals Kieran Spik. Of een andere wilde kat. Ik heb ook twee van die monsters. Bij Koens. Ja, ik heb er ook één, maar die zit daar. Ja, nee, maar dan heeft hij. Je zei David, maar David is. Oh, David is wel trouwens. David is GPC en dan heeft hij Thijs, Niels en Dimitri. Dus. Nou, op zich brandt kan het ook wel hoor. Hallo, Leonard, ik wil even dat je één pax met mij en Bravo omwisselt. Ik wil een ervaren plava hebben. Ik heb alleen maar kontlui. Wacht even, Quincy. Ik kan ook plava zijn. Maar jij hebt koppijn. Ik wil gewoon, ja. Op dit moment wil ik even een ervaren pax, wil ik even als plava hebben. Dus ik zou graag willen dat één pax wordt omgewisseld. Kun jij even naar David lopen en daar even dan een discussie mee gaan? Ja. Want David heeft ook weinig plava's. Ja, loop dan even naar daar toe. Quince, als je niks aan vinden, dan lukt het ook wel hoor. Ik heb twee paar sporen van mij. Hallo? Ja, ik heb jou even nodig. Oké, luister even allemaal naar mij. Ik stek twee potten. Ja, maat, die kat. Waarom heb je nog niet ingedeeld? Wat? Ik heb je nog niet ingedeeld. Jawel, je zei Alpha. Hé? Wat? Dat zei Quincy. Oh. Maar Quincy heeft hier niet zo goed te zeggen. Oh, ik dacht dat. Oké. Wacht heel even. Ik heb een soldaat. Uit op de discussie daar. Oké, okay, doe je. Nick, we hebben sowieso Cougars klaar staan. Voor transport. Wat is wie? Thijs Pio. Maar hoeveel past er in een MI-35? MI-35, niks. Ja, nee. Alleen piloten en kopiloten. 24 bedoel ik. 24, stuk of 8 misschien. 8, 9. Welke zijn dat dan? De P of de G of de... Weet ik veel, wij vliegen nooit meer, MI-24. Heb je een goede avondzijde kopte waar mensen achterin kunnen? Alleen de MI-24. En dan noem je het ook goed. In welke zin aanvalshelikopter? Nou, in elke zin die je kan begrijpen. Okay. Het is, ik wil dat de luchtdekking is, maar er moet de transport komen. Maar vliegt die MI-24 niet bout? Ja, ik kan ook jullie een voor de later projectjes een Black Hawk geven met die soort gunship, een Black Hawk. Twee ridderbeurs kunnen 16 man totaal in. Ja, maar die hebben geen wapens. Jawel. Nee, die hebben geen wapens. Stel. Hoe heet die Black Hawk ook weer? Black Hawk ESSS. Ik zag het niet, dus het gebeurde niet. You're good. What the fuck? AH-60. Hoe hebben wij dit overleefd? ESSS of zoiets? Hoe hebben wij dit overleefd? Ja. We gaan door. Is dat die MEF-versie of wat? Weet ik veel. Ik zit niet in. Ik weet dat er ESSS al achter zijn naam staat. Dat is waar ik hem altijd aan ken. Ik ga die Quincy zo normaal hier te pijlen, want ik moet hier. Oké, Quincy. Wat is er met jou aan de map, P? Merkel. Yes, Bram. Zeg het eens. Oh. Ik hoorde dat jij naar Alpha. Of niet naar Alpha, maar naar Bravo ging. Ik moet het nog horen van Leonard. Het schermen was nog niet ingedeeld. Dat dacht ik wel. Nee. Maar... Quincy. Ja, ga maar gewoon naar richting Quincy, joh. Yo, ik ben er. Ja, hoi. Top. Kun je even je tripod deployen? Ja. Nee, Bram, ik ga jou even uitwisselen. Dan heb ik gewoon een ervaren ding. Gast, ik heb 400 missies gedaan en ik zit al 6 jaar bij de unit. Nu wissel je een ervaren pax in voor een ervaren pax. Oh. Dat is niet handig. Okay, nee, omdat je pijn hebt, denk ik van, dan bespaar ik jou. Dan hoef jij niet na te denken, kan je gewoon voorwaarts. Ja, welke functie heeft Kieran? Kieran, minimi. Oké. Okay. Oh, laat maar wel, dan heb je geen minimi meer. Einde wisseltruc. Thijs, bij wie zit jij? Ja, ik zat oorspronkelijk bij Bravo en nu heb ik geen idee, ik hoor het wel. Bravo is van? David. David. Oké, okay, Thijs, jij blijft bij Bravo, Bram gaat richting Quincy. Oké, okay, prima. Okay. Als jij dat inderdaad met hoop van aankomt, ja. Is prima. Ja, klopt. Nee, maar het duurt allemaal te lang. Ik dacht jullie kunnen het oplossen, maar... Hoe verder je aan de Jordaan vandaan bent, hoe minder Amsterdamse spreekt. Oké, okay. Ja, dames en heren. Ik kom hier uit Amsterdam. Ja, hallo. Het spijt me, het is niet anders. Jullie zullen het met mij moeten doen. Ho, even centraal. Het spijt me, het is niet anders. Jullie zullen het toch met mij moeten doen. Even kijken. Er was wat gezeik met een eventuele wisseltruc, maar dat is niet doorgegaan. Maar dat gaat goed komen. Even kijken, Amun, hoe was de missie dit voor jou? Ik heb je van mijn ogen gezien. Tweede in het algemeen? Tweede, ja. Oké. Dan mag jij
Mag jij gewoon met mij meelopen? Dan zijn wij bij par 1. En dan hebben wij... Gerard, weet je nog de truc die ik gisteren deed? Dat jij bij de GPC aanklikt en dat je bij par 2 bent? Dat gaan we vandaag weer doen. Ja. Okay. Jij bent bij par 2 samen met Quins. Mocht Quins kwijt zijn, mag je aanklikken bij Juriaan en Kieran. En Kieran, ik ga kijken of dat jij mag mee kan nemen. Ik denk dat het wel leuk is voor dit terrein. Met liefde. En dan kunnen jullie een soort dekkingsploeg zijn. Dat is het idee. Natuurlijk weer dat dekkingsploeg. Ik ben wel bangsmoes mee, daar geniet ik wel van. Hou de HK wel. Ik ben wel een beetje stoer van. Simon. Die ene missie die ik heb gespeeld was denk ik ongeveer een maand geleden. Oh. Komt goed. Je bent altijd al stoer geweest, maat. Ik heb er pas 1000 op. Heupjes niet. Trouwens, die... Nee, laat maar. Die wat? Nee, die scope, die vind ik fucking hinderlijk. Maar ik heb altijd deze scope erop, maar ik weet niet of die dan gewoon standaard erop zit of zoiets op de minimi. Die scope die op die minimi zit, die zit er niet standaard op. Nee, klopt, maar dat kitje heb ik wel gekregen van Martin Meeker. Ik heb ook gewoon direct deze scope gedaan. Ja, Amun. Huh? Pak deze scope. Oh, ja, doe gewoon opnieuw mijn kitje. Oh. Hoe kan ik jouw kitje pakken? Je wist ook alweer... Nee, pak gewoon mijn scope op die op de grond ligt. Hiero. Oké. Ga goed komen. Amun, die mag in principe wel een demper gebruiken. Maar volgens mij gaan we ongedempt vandaag, dus dat hoeft niet. Ja, prima. Ja, ik heb nu ook... Ja, oké, we spelen niet tegen echte mensen. Maar... Nee, ik heb nu ook echt visa genomen, ik heb ook je scope erop gezet. Huh? Beter, hè? Ik vind... Hij... Op 4 verschillende modus, hoe kun je er niet van houden? Hoe zoeken zit ik even in de map? Jo. Is goed. Oké, mooi. Perfect. Perfect. Ik zie geen mogelijkheid hoe wij niet het beste team ooit zullen zijn. Ik ook eigenlijk niet. Dit gaat helemaal goed komen, jongens. Had je mij niet net een 3-keer scope gegeven? Ik weet niet wat erop zit. Moet ik even kijken. Oh. Ja, 3 keer. 1 point black. Denk er even aan dat jullie allemaal op 31 zitten. Ja, dat zit ik. Cool, ja. Okay. We zijn een team van 6 en we hebben maar 1 CLS. Dus we moeten wel een beetje rustig aandoen. Oftewel Gerard beschermen met ons leven. Een vraagje, Bram. Ja. Ik heb een standaard kit. Dat betekent dat ik van alles 9 heb. En er zijn er die bergen meer hebben, maar dat mag dus niet. Dus de vraag is, heb ik kitje standaard of kitje vol? Ik zou kitje vol doen. Ik neem ook kitje vol mee. Okay. Als we maar met 6 man zijn, dan hebben we best wel veel TA's. Anders heb ik weer aanvaring met Wes. Wel mee. Ja, nee. Nee, je hebt wel gelijk, maar ja, standaard vol, oké, load. Ik doe het, officieel mag, ja, weet je, officieel, ja, goed. Ik zie het nooit als zo'n probleem. Nee, ik heb wel meer gehad dat de GPC zei van, doe maar vol, prima. Ja. Nou ja, ik ben geen GPC natuurlijk, dus misschien komen we daar nog op terug. Nee, maar... Ik dacht trouwens dat ik inspannen, dacht ik toen ik op Altis zat. Het duurde even dat door. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, toch niet. Ik had ook dat bekende... Die bonkjes lijken voor mij ook wel. Ja. Amun. Modern assets, ja. Vind jij het prettig om een additional te gebruiken? Of denk je dat het wel lukt met aanklikken en het missie? Een additional channel. Je kan een extra kanaaltje aanmaken. Dat als je maar kwijt bent, dan kun je even blaren of even vragen waar ik zit of zo. Of denk je van... Ik denk dat het wel lukt. Oké, mooi. Dat denk ik ook wel. Misschien kan het voor de zekerheid, maar ik denk niet. Nee, het hoeft niet. Als je denkt dat het goed komt, dan doen we het niet. Ik zie nu al T90 op de map verschijnen. Oh, dat is leuk. Dus ik wil misschien... Javelin mee dus? Ik dacht misschien aan de Javelin, inderdaad. Amun, kun jij even naar de... Ja, als jij dan een Javelin meeneemt, Kieran. Amun, ja. Jij kan naar de Arsenal gaan. Dan mag je eventjes qua launcher, mag je een Panzerfaust draai meenemen. Alpha? Ja, Alpha. Moet die Javelin weer in elkaar proberen te knuisten? En moet die van 3C Commander Brigade gebruiken? Ja, Panzerfaust draai. Ja, hoor.
Dat is een Bunkerfaust. Bijna goed. Oh, ik kijk niet goed. Nou ja. Bunkerfaust is ook kijken. Heel leuk, maar dat is niet wat we zoeken. Hoe was dat ook alweer, zo'n Panzerfaust assemble? Panzerfaust draaien. Voor mij heb je de verkeerde ook. Dit is even... Ja, maakt op zich niet uit. Dit is die van is wel... Welke piraten hebben wij? Nick. Eh? Ah, we hebben Nick. Oké, okay, nou ja. Dat zou moeten komen, aangezien ik hem gisteren ook heb zien vliegen. Waarom voel ik een twijfel in je stem? Ja, het is jij. Jij bent het. Oké, en bedankt. Oh, jij hebt ook een oh shit. Ik kan me nog een videootje herinneren van jou met een Osprey. Dat ja, maar de Osprey is een kut ding om te vliegen. Ja, oké. Okay. En nog een keer een stukje in de missie met... Oh, dat is het ook weer, Brams. Dat Javelin hoort niet aan te gaan en dan in de cockpit zitten. Ga goed komen, Nick. Ik weet zeker... Ja. Goed, luister uit. Ik ga plan maken on the fly, want... Okay, maar dit gaan we doen. Wij gaan hier ergens gaan wij een LZ neerzetten. Noem het LZ... LZ Heineken. Dan gaan wij ons voorbewegen. Ik wil sowieso trouwens één Javelin meenemen. Ja, ik heb Javelin. Ik moet er even kijken hoe we in elkaar knopen. Oké, dan... Als je het ding dropt, dan druk ik het wel voor. Ja, dan wil ik een OV gaan betrekken. En dat is dan of in dit gebouw of hier. Kijken waar de zicht is. Er staat een T90 op gebied 2 gericht richting Noordoost. Die gaan wij opzoeken en die gaat een Javelin als snack krijgen. Mocht die van hier afgedekt zijn, zouden wij nog door kunnen sneaken naar dan wel dit gebouw om hem van achter aan te vallen met panzerfausten. Dus neem die ook zat mee. Tot zover is dat de briefing. Bram, wat ik van jou zo meteen verwacht, is dat als deze taak of deze objective is afgelopen, regel jij even de guys. Zorgen jullie dat jullie helemaal zijn opgetopt en ready to go. En dan ga ik direct naar Leonard om verder te gaan. Check. Wacht, is dit als we weer terug zijn op de basis, bedoel? Ja, dat is als we terug zijn op de basis. Zodra we in de heli zitten, ga ik eventjes de OV's ga ik markeren. Dan kunnen wij door. In ieder geval voor mij het primaire doel is om hierheen te gaan. Dan vanuit hier de tank aan te grijpen. Lukt dat niet, is plan B via de hard structures, via de rechterkant hier doorspringen. Okay. Dus je wil eerst in eerste plaats gewoon een OV innemen op die berg? Ja, check. Dat is zeker waar. Hou wel rekening dat zodra wij contact hebben, dan komt er een QRF onze kant op. Dus het is gewoon ASAP een hit en run. Het is die gasten uitschakelen en gewoon rap tijden wegwezen. Ah, Roger. Yes? Ja. Dan kunnen wij bij deze, zijn we gereed om in te stijgen? Dan kunnen wij jou volgen, Nick, naar de heli. Super long rest. Zorg maar dat je doorgeladen bent. Buddy Par ingedeeld, ja, dan? Jij hebt Gerard als buddy, je hebt een buddy Par 2. Ja. Mocht Gerard jou kwijt zijn, loopt hij door naar 3. Ja, dat gaat goed komen. Super bravo, red move over. Iran. Ja? Heb jij de CLU ook bij bravo, ding, of heb jij een hele assembled? Ik heb een hele assembled. Ik moet even zo mijn factor even terugpakken. Ja, gezegd. Dat moeten we wel. Dat Bram ook gedaan. Top. Je kan, als je die twee dingen in je inventory hebt, dus als je die CLU hebt als bino en die tube op je rug, dan kun je hem zelf interact en dan assemble. Oh, ik zag hem niet op zelf interact. Ja, het is een beetje verstopt. Fucking luid dit allemaal. Zorg dat je even je airblocks in doet. Kan ik ook instappen? Want ik, ja, je kan instappen. Iedereen stapt wel zo in, maar dat is niet de bedoeling. Ja, nee, ik had het goed kunnen geven dat we in kunnen stappen. Oké. Oh ja, voor jou, Quince, ik heb Buddy Par 3 is een sla en Kieran met een macht. Dus dat is wel redelijk goed voor je team. Ja, prima. Met een macht, jongens, soldaat 2 op boardgun, is dat goed? Vooruit maar. Ja, joh. Is je aangemeld, toestemming van de piloot? Als dat nu al begint van dat gewoon allemaal goed is, dan wordt Bob weer over zijn nek. Ja, je mag kijken, maar niet schieten zonder toestemming. Nee, ik weet het. Mooi K250, ik weet niet helemaal wat op deze basis doet, maar... Ja, dat is dus blijkbaar onze support.
Oh, had onze support geweest. Ja, als wij JTAGs hadden gehad, had dat onze support geweest. Oké, interessant. Ik heb zelf Leonard afgeraden voor de 52. Ja, weet je, het is gewoon klote dat we geen, dat we nu geen JTAGs hebben op dit moment. De enige JTAG die... Is het al in? Ja, al in. Ah, check. Ik lift. Romeo Alpha Long 5-0 uit. Quincy, wil je gelijk doorbewegen naar OV Alpha 02? Nee, ik wil eerst even naar 01. Even dan via 01 richting 02 betrekken en dan zeg maar zo sprongsgewijs. Desnoods als het contact hevig of als we het contact krijgen, dan eigenlijk terugvlinderen en dan doorlopen, snap je? Ja, check. Hoe heet het? Bravo landt op een andere marker? Ja, Bravo die gaat naar, naar doelwit 1 in het noordoosten. En daar gaan zij een kampement gaan zij zuiveren. Okay. Ik heb even een korte 360 op de kaart gezet. Alfacent. Ja. Hou die even in de gaten. Zodra we op de OV zijn, wil ik ook dat Bidipar 2 in ieder geval de 6 houdt. Ja, check. Maar daar komen we zo meteen wel op. In ieder geval voor de LZ, Bidipar 1 Noord, andere 2 zijn op de kaart. Zuidoosten en Zuidwest. Mocht het zo... Alpha. Korte hop, we zijn er al bijna. Ja, godverdomme, ben dan duidelijk, Leonard. Wat zei die? Gelijktijdig landen. Ja. Echt. Ja, Alpha, Roger. Bravo, beweegt ook, Nick. Ja, even, Bram, kan jij heel even kijken op de rechter doorgun? Even scannen hoe de LZ er eventueel uitziet. Laat me weten wanneer jij zover bent. Mocht het echt in één keer rappe tijden worden, dan is het, dan wordt 360 gewoon vissen graadje. En dan gaan we gewoon lekker daarna direct bewegen. Als het daar action is, is er al snel bij gevonden. Maar dat is gewoon, moeten we even kijken. Ik wil niet te lang in de OV zitten. Volgens mij is die, ja, volgens mij is af en toe een toren. Ja, één van jullie OV is een toren, ja. Oké, dat wordt. Oké, nou dat wordt iets meer werk om dat te kleren dan, maar dat moet goed komen. Ja, landen er echt pal naast ook. Oh. Pop. Dan gaan we hem een klein stukje editen. Check going. Laat me zitten. Dan kunnen ze op naar binnen. Ja, direct vuur groen. Op. Ja, op het moment dat je contact ziet, gewoon. Of tenzij we echt. Of weet je wat? Nee, laat maar. Doe maar even hot fire totdat ik geef aan, aan vuur. Aangrijpen. Vijf seconden. Oké. Super 1 Engels, hè? Ja. Go. Stijgen. De toren lijkt te kleren, dus snel bewegen kunnen we hem zo innemen. Check, dan gaan we voorwaarts enkele kolonnen. Ben je bij 1 beweegd? Trap hem uit. Even goed kijken of het ook contact. Ja, vuur vrij. Bovenin, links! Je beweegt door, ik ga contact maken met die muur. Ik hou hem in de gaten. Ja, 3 zet even een goede vuurpositie op. Zeker met die mag. Als die zijn kop weer boven de heuvel uitstijgt of boven de rand, dan maai je hem af. Amin, beweeg je ook mee? Ik hoor hier een voertuig opstarten. Check, zodra jullie bij de HESCO zijn, laat even weten, dan trek 2 bij. Ja, we hebben de dekking. Check, 2 trek bij. Dek jij die toren voor mij? Kijk jij omhoog voor die toren, dan hou ik de komp aan de gaten. Oké, ready? Ja, wij zijn bij. Oké, wij pakken het gebouwtje links, of rechts, pakken jullie die grote dinges? Het grote gebouw. Ja, check. De grote dinges. Toren gaan we met z'n 2 bestrijken. Oké, toren is clear voor nu.
Contact. Gerateerd. Kut. Waar zit die vent? Ja, oh, geen idee. Door of beneden? Beneden ergens. Voertuig op Noord. Oh, zit... Watjes in het compound of in het HQ. Oké, ik wil eigenlijk doorbewegen naar die HQ. Kieran, voor mij horen wij die tank bewegen. Kieran, search in de stream met dat ding. Als je hem ziet, en het is confirmed T90, uitschakelen. Oké. Kom je mee, Amin? Dan gaan wij dit ding kleren. Er is wel een frag naar binnen gegaan. Het zou stil moeten zijn. Als het niet stil is, dan weet ik het ook niet. Hij komt dichterbij. Ik kunnen beter gewoon de dekking gaan. Oké, 3, 2, 1... Ja, tank is hier. In dekking. Lig jij goed, Quins? Ik kom nu naar binnen. Kunnen we naar beneden gaan? Kieran, jullie aan zicht op tank? Ik wil hier niet naar buiten. Dan kunnen we naar beneden gaan. Kieran, bedoel ik. Sorry. Jack. Hij staat aan de rand van onze compound. Rijdt hij nu rond. Als het te kort is voor de javelin, gaan we over op de panzervuist. Ja, dat is het kort voor Jeff. Daar voor mijn neus. Check. Ja, het ding is klaar. Goeie zaak, even consolideren. 3, jullie gaan de toren checken. 1, hou beveiliging, dan fix ik Gerard. Amun, je kan even je panzervuist op de grond droppen. Oké, Quint, dan gaan wij die toren kleren, ja? Ja, hallo. Een beetje gaan we met 3 mee, ja, inderdaad. Ja. Kieran, wij? Ja, ik mijn poort al eten net niet vergeet. Okay. Mag iets dichter aan mij blijven klikken? Ik trek ook het compound in. Lekker kort voor. Ik trek ook compound in. Ik heb een Audi. Jullie mogen gelijk meekomen naar die grote toren. Oh. De direct zo'n kut. Klaar. 3, 2, 1. Ik wil even snel bewegen vanwege die fucking koekhoff. Zometeen wel even je blok laden. Okay, jij mag eerst gaan, dan je hebt dinges. Niet sprinten, jongen, niet sprinten. Abonneer. Niet gelijk verzorgen, gewoon even doorlopen, doorkleren als het kan. Eerst vuuroverwicht krijgen en daarna overschakelen op terug opkrijgen. Het ligt in de weg. Wie heb ik mee? Ik ben bij je. Ja, okay. Ik ben bij je. Ready? Wacht uit, ik gooi eerst de flash. Kopie. Dan moet ik voor. Flash out. Ja, geef maar eerst. Ik heb zicht op een patrouille op Noord. Die loopt. Nog een man. Goed. Deze loopt nu naar de weg toe waar de tank vandaan kwam. 3. Als je... Oké, ja, ik ben met je. Ja, met heeft... Heeft mijn buddy nog veel werk nodig? Hou je laag. Yo. Weet je wat er buiten staat? Ik heb Gerard weer wakker, wij sluiten zo meteen bij. Ik ben onder hoek. Je mag vuur openen op die patrouille. Clear. Ten noorden. We gaan vuur openen op die patrouille Noord, ze zitten redelijk dichtbij. Waar gaan we naar de toren? We hebben Amun neer. Patrouille Noord. Ik moet mezelf even bandetje. Zodra jullie de toren hebben gekleerd, laat het even weten. Toren is clear. Check, wij komen nu naar boven, dan gaan we Amun verzorgen. We werken hem terug op en dan gaan we hier wegwezen. Kijk, kopie. Er was een patrouille ten noorden, 300 meter. Check, 360 uitzetten. Ik heb geen ogen. Hier. Oké, dit is voor de wacht. Minimi en sla. Jullie zijn hierbij leidend. Jullie gaan gelukkig rammen. Ja, buddy pak 3, jullie mogen het Noord pakken. Gerard, ik zit boven, kom ook naar boven. Buddy pak 1, wij pakken Oost, zij is Noordoost. En buddy pak 2, jullie mogen Zuidwest pakken. Dus 3, pak Noord en grijp de contact aan. Hey. Ja. Ik ben het uggelen. Heb je geen SSW-ticket? Julian is neer.
checken. Wij zitten op de eerste verdieping net na de trap in de toren. Jullie gaan daar inbrengen zometeen. Ja, ik ga je helpen. Mag jij mij als ik verder wil helpen? Zeg ik jou iemand wat? Sorry, escape. Mijn geluid. Ik word er gek van. Configure. Audio. Luidsprekers. Refresh. Oké, dan zou ik je nu moeten horen. Goed. Als jij Amun verder kan helpen, er zit 2 liter bloed in. Ik heb nog geen epinefrine en geen adenosine toegevoegd. Als jij dat kan doen en hem weer wakker krijgen, ga ik Juriaan helpen. Juriaan is stabiel. CPR komt gaat er nu in. Ik ben een soort sprint nodig. Ben je medic, Quint? Ja. Ah, nice. Epi. Waar is Juriaan? Daar is Juriaan. Hier is Juriaan. Hij is stabiel. Goed, hoe staat, hoe staat het verder? Nou, we missen 2 man. 3 man. Dus het is een beetje lastig. We moeten het even met de 2 actieve mannen doen. Maar ik hou er 6 wel. We hebben in principe hebben Gerard ook nog actief, dus dat is ook gelukkig. Ja, precies. Hij kan geen 360 houden, bedoel ik. Of nou, ja. Tenminste, niet als hij een medic is. Zorg natuurlijk. Ja, oké. Ah! Amon is. Sandblad. Voor een vliegtuig. Oké, wat ik van plan ben zometeen is zodra Juriaan wakker is. Dan gaan we gewoon ASAP weer terug naar Heineken. Ja, Juriaan is wakker. Zou ik van iemand een splint kunnen krijgen? Moet je even voor... jij kan niet lopen zeker? Ik kan wel lopen, maar mijn arm is fout. Ja, komt zo. Oh, dat komt wel. Ja, nee, ik heb hier geen haast of zoiets. Pak loopt. 70. Oké, wat ik ga doen, ik ga onze grote vriend ga ik weer inroepen, onze heli. Als iemand even een scan kan doen op de checkpoint, dan... als hij echt helemaal kapot is, dan kunnen wij terug. Checkpoint? Oh, je hebt de brug bedoel je? Ja. Ja, het ziet er kleren uit. Ja, ja. Ik kan niet echt volledig scannen. Ik heb nu geen javelin meer en dat was geen T90 wat wij hadden. Jawel. Dat was? Dat was een T72 volgens mij. Nee, dat is T90. Alpha. Was dit een T90? Ik jank even een hut aan jou in de lucht, ga ik even kijken. Ik weet bijna zeker dat het een T90 was. Hier Alpha, Roger. Wij hebben zojuist een tank uitgeschakeld, vermoedelijk T90. Wij gaan eventjes een scan gooien en dan willen wij zometeen evac inhopen. Dan krijgt u een voorwaarde. Ik ben vrij zeker dat dit geen T90 was. Dit was een T72. Het zou kunnen hoor, ik weet het helemaal niet. Ik kan wel de archief aangezien dat ding bijna over mijn heen heen. Ik heb nu geen javelin meer. Die heb je kapot, Quincy. Die heb je afgevuurd. Ja, die heb ik op het ding geruimd. Quincy. Wacht even de aandacht. Ik heb nog 5 man staan bij de checkpoint. Eentje ervan is alerted en 2 aan elke kant. Dus het is nog niet clear. Is nog niet gekleerd. Het is nog niet gekleerd. We hadden wat paks, er staan ook wat voertuigen. Links omtrek onder beweging maken. Op die heuvel. We kunnen 1 buddypaar hier laten eventueel. En dan met 2... Nou, we kunnen slecht cover geven. We moeten met z'n allen naar voren gaan, denk ik. Maar dat is aan jou. Waar ik aan zit te denken is eventjes op dubbeltimen via 3 en 4. Dan hebben we tenminste de hardcover. Dus als we op die heuvel gaan liggen, dan hebben we geen hardcover. Ben ik mee eens. Ik wil wel even voorwaarts, even voor de zekerheid kijken of dat ding inderdaad kapot is. Is die niet kapot, hebben we hem tenminste nog goed uit te schakelen. Die tank bedoel je? Ja. Nee, die tank is... Ik zie hier geen tank meer. Daaronder. Nee, oké. Okay. Oh, je ziet geen tank meer? Nee, geen tank meer. De komende paar honderd meter niet meer. Ja, nee, dat is wel een T90. Ik zie het aan die hoeken geturfd. Ja, nee, klopt. Nee, dan is dat gewoon clear. Dat was ons objective. Dan gaan wij er gewoon uit. Dan gaan wij terug naar Heineken en dan gaan wij Ivek inroepen. Roger. T90 is onze IV, of het was ons objective. Oké, we gaan terugvallen naar LZ Heineken. Dan zetten we even 360 op, ga ik weer IVEC inroepen voor ons. En dan kunnen we weer terug naar de basis. Kopje. We mogen allemaal naar beneden en dan gaan we verzamelen beneden. Ja, wij, Kieran, heb je nou je javelin gedropt? LZ Heineken. Oh ja, die is leeg. Oh, die heb je verschoten? Die heb ik op de T90 gemieterd. Check. We gaan even verzamelen bij de tank. Even niet de compound verlaten nog. Pak even dekking, verspreid je even en wacht heel even tot de GPC beneden is. Alpha. Kopieer. Oké, verkeerd begrepen dus, dan gaan we verder, gaan we clear over. Super Alpha. Scratch Evac, wij gaan verder trekken. Oké.
Ik hoor dat we verder gaan trekken. Oké, okay, ik krijg dus net door dat de T90 onderdeel van het objective was. Dus wij moeten die zooi alsnog gaan clearen. Dan gaan we via 3 en 4 voorwaarts. En dan trappen we die infanterie eraf. Bij 3 zag ik net 2 inf. 2 unmanned voertuigen. En bij de brug zelf 5 man in totaal. Check, nou dan zou dat goed moeten komen. Juriaan, ik zou graag mee dat jij en Kieran willen kunnen kijken of jullie naar over 2 kunnen. Bewegen 1 en 2 zich voor naar 3. En kunnen jullie eventueel ondersteuning geven. Ja, komt goed. Suggestie voor een linie bij naar 3 toe? Ik zou pijlpunt zetten, man. Pijlpunt met 4 man is wel lastig. Ja, op zich. Ja, zet maar inderdaad daar linie op die lijn, zeg maar. Zet maar linie op, dan gaan we buddygewijs voorwaarts. Ik ben niet zo ver van linie namelijk. Ja, check. Oké, okay, mogen we... ik denk dat we iets eerder contact afvangen. Nee, dat wordt vaak, maar het komt goed. Onpost gebruikt. Wapen... Ja, precies, maar... Doe mijn wapen hoog vast. Ja, doe mijn wapen hoog. Wij gaan wapen hoog voorwaarts. Dat is mijn hunter, ja, ook voor ons. Mag iets meer tussenruimte houden, Moen. Iets verder naar rechts trekken, juist. Perfect. Contact rechts! Ja, tracking opzoeken ter sfeer. Dat is op zijn minst 1 pkm. Oh, ik heb die patrouille gevergeten. Kut, sorry. Contact oost-noord-oost in de bossen, 200 meter. Au. Oeh, wat moet ik ben geraakt in mijn been, ik moet oplappen. Juriaan, Kieran, zijn jullie in positie? Wij zijn in positie. Herhaal? Zijn jullie in positie of niet? Wij zijn in positie voor die brug. Check, hebben jullie zicht op ons objective? Ja, ik heb zicht op alle paksen. Oké, okay, Roger, ik heb hier op mijn positie heb ik Bram neer, Amoen, Gerard. Kunnen jullie daar kunnen jullie dekkingsvuur geven? Kieran, Juriaan, jullie ook? Richting Alpha 3, daar krijgen we momenteel contact vandaan. Copy. Gerard, Amoe, zijn jullie nog wakker? Nope. Ik zie ze dan niet meer bewegen. Dat is waarschijnlijk een no-go. Dus we hebben op dit moment 3 man down. Ik lig hier in mijn eentje. Kieran, Juriaan, eventjes daar blijven liggen en even goed zicht krijgen op alles. Dan probeer ik Bram zo snel mogelijk op te krijgen, zodat we daarna door kunnen stoten. Ja, vuurvrije Bram tegenkomen? Ja. Copy. Is het Brian? What the fuck? Van wat ik heb gezien lopen ze met olijfkleurige vesten en desert uniformpjes. Dus dan weten jullie waar jullie naar zoeken. Roger. Nee, even Kieran, wij komen zo snel mogelijk naar jullie toe. Alleen ik wil hier eerst even Bram opwerken, dan ben ik niet meer alleen. Wil je dat ik alvast uitschakel met de suppressor? Ja, vuurvrij op alle paksen die op ons schieten. Ah, we lopen weer een mannetje alleen. Dat is niet heel handig. Nee. Vangen jullie contact van achteren? Ja, mogen uit het oosten direct. Ik probeer oog te krijgen. Juriaan, lukt het daar? Juriaan, ben je nog wakker? Ja. Pak ze uitgeschakeld op de brug. Alleen in de huizen kan ik niet zien. Dan heb ik 1 pak ze uitgeschakeld, maar kan ik de rest niet zien. Ja, oké, okay, check. Ik heb trainingen fout gedaan. Oké, jij komt zo op, Bram. Oké, dat ga ik even zeggen als hij erbij is. Dat gaan we zeggen als ik terug op basis Bram, ben. Bram, pak, volgt. Wij gaan zo meteen eerst naar Gerard en naar Amoen. Ja, die liggen een stuk verder op, nog steeds allebei down. Ja, Moon sprint ook gewoon overal in. Ja, nou, ik zei ook wel van dekking zoeken voor dekking zoeken en terugvuren, maar dat ben ik. Ja, nee, dat. Ja.
We deden hier twee dingen fout. Eén, ik was die patrouille compleet vergeten. En twee, we hadden eigenlijk gelijk een linie moeten doen. Ja. Ja, ik ben geen fan van linie vandaag. Maar ja, vooruit. Nee, snap ik. Maar dat was bloemkool. Oké. Okay. Ik ben met je, ik loop rechts. Wij iets uit. Ik heb net Pax uitgeschakeld, ik ga aanslag negeren. Zorg jij dat je aanvoer stabiliseert? Ja, roger. Moet er wel iemand hebben die de perimeter houdt nog? Ik ga eerst op bloed niet propageren, dan moet ik best wel naar de kloten. Oh, deze vent is helemaal naar de tyfus. Ja, Gerard ook. Oh, hij heeft een rode torsen. Ja, deze vent is dood, man. Ja, heeft hij meer dan 20 wonden, tel het even, dan kan ik hem key afklaren. Ja, hij is, ja, zeker wel. Ja? En hij heeft no heart rate. Nee, dat is verloren, man. Oké, okay. Moon, Kia, jij kan respawnen. Gerard kan nog redden, als jij... Hij is al dood, voor mij. Ik help je even met... Schoten? Ja, graag. Ja, dat het. Hoor ik er met negatief, we hebben momenteel één Kia, eenmaal down nog. We zijn momenteel aan het oplappen. Wij houden even stand. Ons Overwatch team ligt verderop om overzicht te houden op ons hoor. Hoe is de status bij jullie? Eenmaal Kia, Gerard zijn we nu aan het oplappen. Ik weet niet of dat hier Alpha, Roger, standby. Ik ga even adenosine in hem drukken en dan ga ik gewoon één leuk ding doen. Dan ga ik gewoon een airstrike over die brug heen gooien. Die brug is al clear volgens mij. Ja, ik denk dat er niks bestaat. Ik zou... Ja, check. We hebben geen contact meer bij die brug of wel? Nee, ik kan alleen niet zien wat er in het rechterhuis nog zit. Voor de rest is alles clear. Check. Oké, heb je nog hulp nodig verder? Ja, vast dekking. Ze vinden hem nog steeds niet. Gerard, jij komt op. Is het wapen nog vast? Oké. Okay. Ja. Ik had gelijk gespannen, maar dat maakt niet uit. Hij heeft nog lang uitgehouden. Voor de hoeveelheid wonden die hij had. Dit is de vierde liter die al bij Gerard erin gaat. Lekker bezig. Hij is helemaal dicht. Zit adenosine in. Ja, CPR is nog even handig, die voel ik nog wel even uit. Maar Gerard gaat opkomen. Gerard kan het redden. Mooi. Dan blijf ik hier wel even zitten. Ja, voor mij kan Buddy Part 3 wel even gaan kleren anders. Ik denk dat er niks op staat. Als jij daar vertrouwen in hebt, dan kan je dat gaan doen. Ik denk het wel. Buddy Part 3, als jullie het zien zitten, kunnen jullie voorwaarts gaan kleren en nazuiveren. Ja, koffie, hobby. Super 1-1 Alpha. Ja, wij sturen momenteel een die paar richting de brug om die te clearen, als u die even kan ondersteunen met eventueel IV Sky. Nee, voertuigen mogen jullie laten staan. Kopie. Roger, bedankt. Alpha uit. Als we de tijd hebben, rek ik die dingen zo meteen nog even. Pap, je krijgt een heart rate, Gerard. Jij komt zo op. Wordt wel denk ik een lange pak. Je lichaam helemaal blauw is. Wees voorzichtig met OVG, als jullie down gaan, hebben we weinig spare capacity om jullie te komen redden, dus wees voorzichtig. A lot of blood, holy shit, hey. De 5. Clear. Oké, top. Dan mogen jullie richting OVR gaan. Clear? Nu is ik clear. Oké, check. Als alles clear is, mogen jullie richting OVA03 komen. Dan mogen jullie even een korte perimeter opzetten hier. Kopje daar. Als jij al... Ja? Bram, kan jij alvast een alternate LZ neerzetten voor de exfil? Ja, Roger. Maak er maar LZ afvliegen van. Dichtbij of juist in dekking? Ja, zo meteen lekker dichtbij. Pak loopt Gerard. Nou, hij valt toch wel mee qua hoe lang die is. 25.
meteen als Gerard op is. Bram, wil ik graag hebben dat jij een buddy check eruit gooit. Ja, check. Of de afvliegem is gemarkeerd. Ik kan nog even in mijn... Ja, laat maar zitten. Ik zie beweging. Ja, jij bent 100%. Ik geef jou nu een pak. Heel ze hebben. Ja, kom maar richting ons, dan gaan we hier weg. We mogen even een 360 houden op de LZ 3, jullie mogen nog steeds naar noord kijken. En dan kijkt, dan houden wij zuid, de hele zuidaxis wel in de gaten. Super, 1-1 Alpha. Iets opzij nog. Op objective is clear, graag exit fill voor 5 packs op LZ 8 gewoon. Hallo. Hey Moon, nu ben je terug. Je bent getp'd. Welkom. Welkom. Dan mogen wij met z'n tweeën gaan we even westen houden. Fucking verkeerd. Ja. Met het... Oké, nu zijn we weer compleet met z'n allen. 3 mag dan nog steeds noord houden, 2 houden jullie zuidoost en dan pakt 1 zuidwest. Stijgen. Bram, je bent in de laatste in, ik ben de laatste in. Zorg dat je aan de linkerkant van de heli staat. Mag hem instijgen? Oké, ik ben in. Uh-oh. Dat klopt niet goed. Ik heb nog een pak nodig. Met Erik, weg hier. Bram, mijn pak? Ja, graag. Bram, als jij mij een pak kan geven? Ja. Graag, even hard die... Nou. Ik wou jou bijna op gaan roepen, omdat de smoke onder de powerlijn... Ja, ik zag hem al staan. Ik dacht van... hij was iets te ver weg gestuiterd. 75. 100% groen. Jo. Even kijken, Jury is goed. Hier dan. Oh, niks, zij zegt Nokkie. Is ook goed. Oh, we zijn oh, dood. Oh shit, oh, rip, oh, ja. Rip. Oh. Hoe dan? God. Oké, okay, ook... wat dat was? Ja, fucking artillery die mij helemaal vol scapnolde. Kut leven. Hey Sven. Kom oh, je hoort bij ons. Mooi. Hey, ja, brand er maar even in. Ja, dan Quincy ga je loslopen en dan ga jij met... je bent ook CLS, hè? Ik ga even terug naar Leenhard. Ja, nou dan mag jij met Gerard. Omdat er nog artillery naast de heli gooiden. Welkom! Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ik heb er werkelijk wel geen idee. DA's. Niks. DA's tegen okay. Enemy, dat is het eigenlijk. Ja, iets uitgebreidere DA's. Ah, oké. Okay. Daar komt het wel op neer, ja. Laten we even bij de spam blijven staan. Shenanigans zijn al begonnen, dus ja. Shenanigans? Ja, ik gooide artillerie naast mijn heli en ja, toen vat ik schepnol en toen was ik dood. Ah ja, lullig. Die Nick, die vliegt wel heel laag. Ja, maar ik krijg een steambericht en ik denk, oh, Nokkie. Dus ik dacht nog van, kan ik nog op tijd switchen, maar dat had toch geen zin meer. Nee, je kunt van achter volgens mij niet naar komen. Nee, dat kon ook niet. Dus. Dat vind ik ook zo. Maar het is ook gewoon zo'n kutstreek. Ik bedoel, van waarom gooi je een artillerie naast een fucking heli? Als je wil dat mensen snelle DA's gaan doen, dan doe je dat niet. Er zitten nog steeds mensen in die niet gerespond hebben. Dan wil hij geen snelle DA's gaan. Quins staat loopt daar binnen rond. We missen nog Gerard en Kieran. Nou, we missen alleen Gerard nog. Eén zou hier hebben. Hé hey, Kieran, je mag gelijk een nieuwe Javelin meenemen. Oh, wat liefde. Ja. Geldt voor allemaal trouwens. Even checken of je... Blijf even wel een beetje hier in de buurt.
Maar check even je ammo, check je zooi, weet ik veel. Klinkt zoals een schoolreisje. Ja, kijk maar wat je doet, maar blijf hier in de buurt. Ja. 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 Vijf over drie weer terug hier bij de bus. Eigenlijk moet je ze een rood hesje geven. Ja. Dan moet jij ergens op een bankje onder een boom gaan zitten met koffie. Juist, inderdaad. Maar jij bent blauwe vandaag? Ik ben blauwe vandaag, ja. Check. Javelin, waarom kan Javelin toe? Ik had eigenlijk hoofdpijn, maar toen zag ik ook een groep we hadden en ik van, ik vind het echt... Was er nu heb je nog meer hoofdpijn. Dronken achter het stuur van Nick of zo? Wat is dit? Stukjes nee, staal doet niet zoveel. God. Het gaat ook nooit een keer normaal, hè? Ik vond de timing ook zo mooi. Ik zie zeg maar dat die Nokkie is en ik zie dat de helikopter zo crashen van, rip. Ik zou het zeggen, iemand zegt, Nick is Nokkie. En toen was het eigenlijk ook alweer... Ja, toen waren we al, was het al unrecoverable, maar goed. Waarom zit die Gerard nog steeds in die heli? Weet ik niet. Niemand wordt gebeld. Alleen Gerard zit erin. Gerard, je mag er iets wanen. Maar ik kan er natuurlijk bij. Nee, klopt, blijf naar de auto. Jo. Oh, hallo Gerard! Hey, is hij. Hallo! Is hij al? Hoe zit nou zo'n javelin in elkaar? Heb je CLU als je bino? Dan is het self-interact en dan assemble javelin aan de linkerkant. Ah, die binoculars CLU staat helemaal bovenaan. Ja, moet ik dan in equip? Oh, wacht, ik zie hem. Ja, bino. Ja, ik zou... Okay, voor de goede orde, we zijn allemaal compleet. Zorg dat je magazines gepakt hebt, je wapens opnieuw doorgeladen en opgetopt bent. Er is een kleine verandering qua groep. We hebben Sven erbij gekregen, dus buddy part 2 wordt Gerard en Sven... en Quincy zal loslopen. Quincy is nu nog bij de briefing, maar zometeen gaan wij weer door. Jouw vier dubbel in mijn oor horen is toch wel echt heel erg next level kut. Ja, precies. Dan hoor je me tenminste goed. Maar nu hoort Quincy natuurlijk ook. Ja, even iedereen staan. Dus het had niet hoeven, maar goed. Had niet hoeven. Maar goed, weet je. Maar goed, ik ben vandaag dus voor deze airsofter voor het eerst. Ik moet wel zeggen dat al mijn vooroordelen wel een beetje zijn bevestigd. Ja, hè? Toch wel, ja. Ja, het is wel een ding. Ja, het is wel leuk. Het is wel echt heel leuk om rondjes te rennen met een speelgoedwapen, een speelgoedgeweertje en een beetje te klikken. Het is grappig. Maar ik heb niet het idee dat iedereen het zo ziet. Nee, mensen nemen het iets te... Ja. Iets te serieus. Ja. Precies. Nou, dat mag ik ook. Ik heb wel zo'n filmpje gekeken met zo'n airsoft sniper. Maar het is gewoon niet leuk als je daar tegen speelt. Nee, het is gewoon heel homofiel. Je ziet die gast hier gewoon echt absoluut niet. Die heeft een balletje voor je kanus. Maar het is niet zo erg. Het is niet zo erg om in een ghillie suit onder een boom te gaan zitten. Maar als je dat 20 minuten doet en je klikt gewoon iedereen voorbij die langsloopt, dan snap ik niet echt wat er leuk is. Nee. Ik zag wel van die filmpjes als, gewoon op YouTube van dat ze bijna over hem heen lopen. Ja, op een gegeven moment houdt het een beetje op, toch, lijkt me. Zijn er op fluisteren of is mijn teamspeak fout? Nou, is goed. Ik hoor hem heel zacht. Ik hoor hem helemaal niet. Moet ik doen? Nee, ik sta op praten, man. Ik check hier aan. Ah, oké. Okay, nee, maar ik bedoel, ik hoor het rest prima, maar ik hoor Almoen echt fluisteren. Is dit beter? Ja, dit is wel goed, hoor. Ja, het is wel goed zo, hoor. Gaat in, man. Ja, het kan wel weer zo, hoor. Go. Ik denk het mijn hele raam eruit hier. Waar is mijn wapen gebleven? Op je schouder. Daar. Ik dacht dat ik hem achter was had gelaten. Dora de Explorer. Waar is nou mijn wapen? Ik zie hem niet. Op je rug. Zie jij Zwieber de Vos? Zie jij brandwapen? Zwieber niet stelen. Zwieber niet stelen. Oh man. Oh man. Jullie weten het wel erg goed. Ja, natuurlijk. Brood... Ja, Kieran, natuurlijk weten we het goed. Ben je dit nog zitten kijken? Je moet ja, ik moest het verplicht kijken, om mijn dochters er naar kijken. Je moet eens weten hoe lang ik dit heb gekeken, krijgen, bro. Dus maak geen zorgen. Je moet eens weten hoe lang ik dat door heb gekeken. Bro, dat was de beste shit ooit. Bro, begin... Don't even go about Diego. Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb denk ik echt nooit hetzelfde. Jurian, ik ben toch met jou meegereden naar Overloon toen? Ja. Het is gewoon echt heel lang geleden voelt het al. Ja, dat is in mijn gevoel ook, ja. Hilke zat er ook toen bij.
Hielke ook? Het was eergisteren, maar ja. Dat is ook best lang geleden. Het was 2019 voor mij, of 18. Ja, nee, 18 jaar geleden, dat is best lang. Dat is inderdaad wel stevig lang geleden. Vond het trouwens wel erg leuk te doen. Het was erg gezellig. Het was ook de laatste meeting ooit, maar... Ja. Het was wel leuk. Vince is er weer uitgekikt. We gaan eens met z'n allen naar 3. En dat hallo Nick. Kieran, ik zweer. Hi. Nick, je moet niet drinken achter het stuur, jongen. Je moet je bek houden, flik je bij de volgende vlucht in het water. Oh, wat joh. Oh, dus deze vlucht deed je het ook al, dus. Met zijn ballen volgens mij. Nee, ik ben een beetje heel kapplontje nou na die actie van Leo. Nick, de swept hoor. Nick. Hoe? Met zijn ballen vast binnen aan een hydra en afvuren. Ja, dank je. Ik kies toch liever het water. Ja, het is ook niet dat je wat had van een maand vast te binnen. Ik zou hem met zijn aars in een hydra en schiet hem dan af. We kunnen wel vast de kaart openen. Even kijken, waar gaan we naartoe vliegen, Nick? Sunray. Sunray. Oh, we gaan met 2 groepen gaan we dat doen. Ja. Oei. Als iemand die dingen dus uitschakelt of met AT... Voor mij gaan wij het zuidelijk ja, en het westelijk. Ik ben benieuwd of wij wel heel uit kunnen landen daar. Voor mij gaan wij het zuidelijk en het westelijk, weet het, dingetje doen. Ja, die gaan we... Toch? Ah, top, oké. Okay. Ja, we zien het wel. Ik maak me echt zorgen. Maar S400. Ja, blijkbaar, er staan S400's, er staan nog heel veel andere anti-air en wij moeten over het water aankomen vliegen, dus ja. S400? Ja. Dan dat is het objective. Dan, oftewel, als we lanceren op je, die ontwijk je niet. Maar ik snap even niet waarom er een, goed, waarom er een S400 in the middle of buttfuck nowhere op een eiland staat. Leonardse missie. Zodra we die gebouwen hier zo gekleerd hebben. Of jullie iets plan ook snappen? Of is dat niet... Nee, nou ja, we hebben geen kunst. Wat ik snap is, zet ze weg en maak dat ik wegkom. Dus die moet ook uit. Ik weet niet dat Quincy nou heel snel terug is. Nou, gaan we gewoon beginnen? Weet ik niet, ik weet niet waar Quincy is. Ja, Quincy is een raas op terug. Zeg je dat nu? Dat is mijn eigen aanname. Ik vraag hier een S400 en hier een S400. Ja. Ik vind de zuidzijde koffer een beetje onzin. Leonard, wij wachten op Quincy, toch? Ik weet niet waar Quincy is. Hij is gedisconnect. Kut, sorry. Meen je dat? Ja. Wat? Ik maak hem nooit meer GPC. Ik heb hem niet gezien, man. Ik ga... wie is jullie Plava? Ik. Hallo. Ja, KVO. Kijk even naar het plan. Wat jullie gaan zo met de helikopter landen op HLS Sunray. Dan ga je samen met de andere groep richting object 3. Ja. Dus inmiddels het kruisje en dan spreiden jullie uit naar andere kruisjes, ja? Dit is een S400 systeem. Dus het heeft 2 radarsystemen en 4 batterijen. En over 3 minuten ongeveer moet je vertrekken. Ik tp Quincy zo'n helikopter. Oké. Okay. Dus dan gaan we tegen je groep aan en dan... ja, dit is even dus improviseren voor jullie. Oké, prima. Doen we dat. Ja. Makkie, hè? Oké, Quincy komt er nu aan. Ja, ik denk dat hij er al is voordat wij ingestegen zijn. Maar mag even de kaart openen? Kapotte. Met de hele pot. En u mag eventjes kijken naar objective 4 bij HLS Sunray. Die zit inderdaad een S400 in het midden. En die gaan wij clearen en vervolgens gaan we alle plusjes ook clearen waarop ook dingen staan. Ik zie nog geen Quince, dus maar wat mijn part kunnen wij vertrekken, Nick? Leonard zei dat hij Quince in de hele zou tp'en. Dus voor mij wil hij dat we gelijk vertrekken. Hey Bram. Zeg het eens. Misschien een echt een tering domme vraag, hè? Vertel. Maar een S400 is een kankergroot anti-air. Ja, inderdaad. En we gaan er met een heli heen. Ja, ik ja, je moet dit niet dit soort vragen aan mij stellen, Sven. Ik weet het ook niet. Ja, maar niet dat het allemaal in mij ligt. Nee, je bent niet de enige. Check. Is hij niet nog een keer? Leonard. Nope. Heeft hij al mijn loadout aangepast? Geen boten? Nou heb ik cluster in plaats van heat. Oh, leuk. Ja, dat is leuk totdat je BTA's en BMP's tegenkomt. Nou ja, het is ook leuk totdat je ze afvuurt en mijn FPS duikt en ik gewoon de fucking water. Ja, plus dat. Quincy is net ingespant trouwens. Oké. Dan wacht ik even met een plannetje maken en dan doe het uit. Maar. Ik heb trouwens ook cluster gekregen in plaats van niet, dus ik snap niet wat de fuck. Maar toen er werd gezegd dat het S400 was, dat duurde echt gewoon 5-6 seconden voordat het landde. Nou ja, waarschijnlijk gaat het sneller voordat wij landen. Ja, maar het ding is, als wij nu opstijgen, dan kan het ding ons wel raken. Ja, klopt. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien.
Oké. Nou, nek laag. Alleen niet te laag. Joep. Niet shrapnel bonk laag, zeg maar. De map voor zover. Leuk op zich. Waar de fuck komt die mist in één keer vandaan? Van Leo. Echt, hij wil natuurlijk altijd wel iets apartes doen, hè? Ja, dan kan die raket nog niet raken door de mist. Hebben Quincy al in de hele? Nee. Oké, ik ga even wat even kijken. Bravo hier Alpha over. Hij staat bezig, hij zit nu in de groep. Oké, mooi. Ik verwacht hem hier super 1-2, Bravo is even weg. Oké, hier Alpha, KVO, en dan kom ik later wel Alpha uit. Ja, ik ga er maar vanuit dat hij op tijd is, dus ik ga even geen plannetje trekken. We gaan gewoon lekker landen en we zien het wel. En dan is het plan dat je gewoon dingen kapot maakt. Ja. Ja, ik ben terug. Hey. Hey. Goed, nou, plannetjes bekend dus zo, Rick. Ja. Quincy, voor jou is in één keer heel erg fucking mistig geworden. Ik kan amper de grond zien. Oké, Roger, ik kijk wel met je mee. Ik zie de grond nog wel een beetje. Maar, dan kan de S400 ons ook niet zien, toch? Nee, zo werkt dat niet. Nou, dat weet ik. Nee, jawel, nee, ik ga gewoon vertrouwen. Ja, nee, ik vertrouw niks van de hele. Quincy, wat gaan we doen? Ja. We gaan op dit moment gaan wij landen op HLS Sunray. Wij zullen doorstoten naar gebouw 3 en 4, die gaan wij pakken. Bravo zal 1 en 2 pakken. Ja, dat is ook een goede 10 seconden achter mij. En van daaruit stoten wij door, zodra wij dat gebied hebben gecleared, gaan wij naar die plusjes. Dat zijn points of interest en dat moet ook allemaal kapot. Vervolgens de vervolgopdrachten zijn objective 5 en 4. 4 is een mortierkamp, 5 is een HQ. Dat volgt nog zometeen als we even, of als David en ik even bij elkaar komen. Welke wij pakken. Oké. Tot zo. Ja? Voor jou de andere heli landt ongeveer zo'n 10, 15 seconden na ons. Ja? Vanwege de anti-airdreiging, dus even de LZ houden als je wil. Ja, Roger. Nou, dus wij zijn eigenlijk gewoon een testvlucht. Ja, wij zijn de testvlucht. Oké, goed check. Eén klik, lui. Dat is lekker. Even, ik voel me zo comfortabel. Nee, break. Even centraal. Ik wil dat buddy per 1 pak ze meteen noordwest. 2 pak direct noord. En 3 pak noordoost. Zorg dat je van het strand af bent. Even in de bosjes zitten en je zak te pakken. 2 noordwest, joh. 3 van bomen en ding. Verder voor, niet te verder voor. Ja, yeah, I know. Zeggen. Contact. Winst zicht op een gas noordwest, unarmed. Check. Zicht op camo net noordwest. Ja, daar staat die gas onder. Oh ja. Ik zie het ook. Ik vond die gas echt wat goed. Wij werden beschoten uit de bossen van noordoost. Er zal een patrouille lopen, denk ik. In, ja, check. Sven, je weet dat jij direct noord hebt, hè? Oh, ik dacht dat jij noordwest zei, sorry. Nee, dat was één. Die arme Gerard weet nu niet meer waar hij moet kijken. Voor de per 3 heb je een zicht? 19. Zometeen. Oh, ik ga verder. Ik wou net zeggen, wij zijn bijgesloten. Zodra Bravo is bijgesloten, dan lopen wij voorwaarts. Zij gaan nu. Dan wil ik. Doe maar even een kleine pijlpunt voorwaarts. En dan, als we kunnen of als we contact krijgen, uitwaaien naar aan de linie. Bravo loopt nu een patrouille in. Roger. Bravo hier Alpha. Short, short. Oké, terwijl Quincy daarmee bezig zit, we gaan oplijnen op de pijlpunt. Je mag op mij oplijnen. We staan nu op de zwarte lijn. 2 mag links van mij, 3 mag rechts van mij. Ja, ze hebben nu net contact. Jullie paar 3 is bijgetrokken. 2 ook goed.
Oké, wapens hoog, voorwaarts. Zodra we contact krijgen, is het linievorm en buddygewijs voorwaarts springen, check. Copy. Ik wil eerst huisje 4 kleren en dan gaan we pas doorbewegen. Doen we. Wil je nog wat in de kerst doen? Laten we even zien. Nee, mooi colosseum hier of zo. Heel mooi. 3 mag rechts om de rot zijn en 1 en 2 gaan linksom. Ja, contact front. Bij die vrachtwagen. Oh, SV-100 beweegt. SV-100 beweegt. Kan je hem eruit tikken met een panzervast? Ja. Of uggel? Ik ga wel uggelen. Check. Lastig. Auw. Er zijn 2 SV-100's. Ik kan die radar deze gewoon even panzervast in janken, kut. Uggel gaat de kast doorheen. Ah, kut. Moet die radar eruit? Die moet zo meteen kapot, ja. Jurian en Kieran, zijn jullie nog wakker? Ik ben wakker, ik heb met jullie Jurian. Goeie zaak, kunnen jullie bijtrekken via de rechterzijde van het gebouw? Herhaal? Je kan bijtrekken aan de rechterzijde van het gebouw. Ja, oké, okay, loop even om. Oké. Okay. Wat? Nou, let's go, kleren maar. Het zijn trouwens niet echt gebouwen. Nou ja, het zijn wel gebouwen. Maar... Verbazingwekkend weinig contact eigenlijk. Voor een SV-100 zou het wel, ja. Friendly op rechts. Ik beweeg met je mee. Ja. Probeer trouwens iets minder te sprinten. Je sprint best wel snel contact binnen. Sorry. Ervaring leert. Contact West. Neer. Goed, goed, goed. Goed, goed, goed. Yes. Zal ik die sites riggen? Ja, als dit clear is, dan gaan wij die sites riggen. Contact, contact West. Check. Oké, okay, beveiliging opzetten. Ja, precies. Ik wil graag... 1 vent riggen. Ik wil graag dat jullie paar 1 pakt het noorden. 2 pakt west en dan mag 3... Be advised, er zijn voertuigen gespot. Bravo was net onder vuur door een BTR, dus hou rekening dat wij ook BTR's kunnen tegenkomen. Ja. Ik klim even op puntje 3 naar boven. Ja, check. Helder voor iedereen, pas op toe. Geen antwoord, succes. Ik wil wel even een confirmation hebben ervoor, bro. Ja, ik wil graag dat buddy part 3 maar richting oost, noordoost bewegen en dan mogen we dat dekken. Wij hebben zojuist ook op een locatie buddy part 2 jullie hebben direct noord en buddy part zetten een bepaalde buddy part 2 jullie hebben noordoost proberen eigenlijk het hele westen tot sorry jullie hebben noordwest proberen het hele westen tot noord te dekken. Helpt dat? Buddy part 1 was noord toch? Ja, je bent niet uppie, dus jij mag, mag bijklikken met 2. Ik zie Bravo ook aan het riggen, dan pak maar de sites op onze site, of op onze kant met die launcher, met die launchers.
Ik loop ook even door naar die twee voertuigen. Die reken ik ook even. Check. Hou wel even wat rekening met verdere anti-air systemen, Bram. Dat je niet, niet te veel nutteloze voertuigen ploft. Ja, check. Ik heb stadsvoer bij me. Ik kan wel een beetje contactvuur uit de oost. Check. Contact oost. Daar kan Bravo mooi op zetten. Oh shit! Er zijn een paks neergebukst van ons bij twee Gers, ik weet niet wie dat was. Ik vind heel laat pas contact. Ja, dat ben ik. Kut! Ik kan niet alleen moeten gaan. Fuck, ik heb mijn buddy mee moeten nemen. Nummer 1. Fuck! Wat? Ja. Haley? Hey, wie is nummer 1? Dat is Jurian. Ja, ga naar die fucking Pax toe dan. Die ligt buiten. Dat zeg ik net 10 keer. Wie is zijn buddy? Amin. Dat is Kieran. Kieran? Ik. Die zit naast me. Jurian is nummer 2. Ja, dan is dat dus niet Jurian. Godverdomme. Ja, moment. Ik ren er zelf al wel weer heen. Ja, begin contact met dekking te geven. Contact op West. Mag opzetten. Ja, dat is Bram. Wie is Bram's buddy? Ik. Ja, is mijn schuld. Ja, begint te letten. Is mijn schuld, is mijn schuld. Mijn schuld, Sven! Ik weet niet, ik zit in een gers. Check. Nee, dat is een gers. BTR is maar Noord! BTR is niet friendly. Panzervuist erop janken. Saline toen nu. Ja, ik weet ook niet waar Brand nu is eigenlijk. Die had ik in het voertuig geflikkerd, maar... Oh. Die liggen hier. Ja, kom hier lul. Jezus Christus. Die is moeilijk. Zware Pax. Pax aangeschakeld jongens. Check. Even wat Saline toe. Er nog één rond. Hoe staat Brand ervoor? Nou, de kut, maar het valt op zich onder. Oké, graag even een check van alle buddyparen. Buddypaar 1, exclusief Bram, die is gewond. Dus Amun, ik wil graag even checken of jij goed bent of niet. Eén schot in mijn linkerarm, maar die ben ik nu aan het fixen. Check. Buddypaar 2, Gerard en Sven. Wij zijn... Ik kan een pak gebruiken, wat zei je? Wat zei je, Gerard? Je spreeksleutel was je net kort. Check. Buddypaar 3. Wij zijn groen. Groen. Ik ben groen, nou ja, ik ben geel. Ja, thanks man. Roger, lap jezelf op zodat je gereed bent. Ja, ik ben oké. Check, pak volgt zometeen, want we gaan zo meteen nog meer contact krijgen. Pak loopt. Pak je op. Snel, 25, je hebt 2 gebroken armen. Ik zie ineens omval in de verte. Ja, nou goed dat je opletten. Maar was mijn schuld trouwens, ik heb Amun zelf weggestuurd op 2. Ja, nog steeds. Ja, nou klopt. 100% Sven. Ja, thanks man. Ben ik ook 100? Ja. Mooi. Oké, waar zijn de all green kunst? Kom. Waar hebben we nu nog contact van? Amin, je mag naar Noordwest komen. Ik sta op die. Ja, op dat ding. Andere kant van waar je staat. Noordwest? Nou, ik weet niet waar die vent zit. Hier ergens in de buurt. Weet ik niet. Moon. Waar is die vent? Oh, daar. Mooi. Gek hoe fucking veel Russen er op een eiland kunnen zitten.
Ja, volgens mij eigenlijk. Oh ja, Ewa. Ewa. Wij dekken zuid wel, zeg maar zuidwest. Oké, okay, wij gaan naar het point of interest noordwest. Daar hebben ze een brug die ze aan het bouwen zijn. Die gaan wij onderscheppen. Die gaan wij uitschakelen. En dan zullen wij Bravo meeten in het noorden bij het puntje noord. Dat is een radar type anti-air. Wacht, je wil naar noordoost gaan richting Bravo en dan die brug kleuren? Negatief. Bravo is in het oosten. Of zei ik noordoost? Ja. Dan bedoel ik noordwest. Oké, okay, maar de brug is het noordoost. Oh. Godverdomme. Ja, check. Oké, okay, dan gaan wij naar oost, gaan wij naar uitwijkpunt en dan gaan wij daarna naar noord. Dat was een beetje confusing. Oké, okay, dus we gaan helemaal uit het westelijke puntje pakken we eerst en dan gaan we radar doen. Ja, positief. Oké, okay, Roger. Was alles hier al gerikt trouwens? Wat had je gerikt? Ja, alles aan onze kant wel. Dus 2x S400 systeem plus 1x radar systeem had jij gerikt? Positief. Oké, okay, check. Ik wil 6 KKW op noordwest. Ergens. Oké, okay, mooi, netjes. Hier is Pax 5, u loopt de verkeerde kant op. Ja, we start op noordwest ook weer iets groots. We gaan gewoon bloemkolen, dat kan ook. Ja, hier. Op noordwest aan de kust staat ook nog iets groots, een lanceerding of zo. Ja, daar gaan wij zo heen. Dat is een radartoren. Wacht even, we gaan nu allemaal naar noordwest, dat kan ook, maar dat is niet het plan. Daar gaan we naar naast, ja. Oké, ja, check. Bripper 1. We gaan eerst helemaal naar west in ieder geval. Ja, ik haal jullie zo meteen in, dan kunnen we enkele kolonnen die kant op. Ik had niet verwacht dat we gelijk gingen sprinten, eigenlijk, maar goed. Nog even halt houden, dan haal ik jullie in. Ja. Doe er even een scheppie op, dat is veel bij. Oké, jullie kunnen aansluiten. Kan ik trouwens fire in de hole? Nee, ik wacht negatief, even. Negatief. Ik weet niet wat, wat Bravo heeft gericht, maar die zijn nu in contact met een tank. Nice. Wat de fuck doen? Oh. Kan die hele niet even over die radar deur zijn? Is niet makkelijker. Wil je er zo insprinten of wat wil je doen? Even wapen half hoog. Long. Oké, mag hier heel even halt houden. Dan doen we wel een linie. Bumper 2 mag rechts van mij en bumper 3 mag daar weer rechts van. Ik weet Quincy niet voor linies houdt, maar. Ik heb wel een boven. Hier Alpha Roger 1 mag weg. Mag even niet voorbij de blauwe lijn gaan. Zorg dat je goede dekking hebt, goed uitgespreid staat. Hoort via Icon chat. Die vuurtoren doet toch niet zoveel meer. En wat ervoor stond, ook niet. Oké, okay, zijn we klaar? Ja. Wapen veel voorwaarts. Het lijkt uitgeschakeld. Oké, okay, luister. Wij gaan zo aanstappen. Gaan wij die doelwit even uitschakelen. Dus we moeten even dubbeltimen. Bravo heeft eenmaal S400 systeem gerikt. Dus wij moeten zo terug voor die derde. Dan gaan wij Ik heb nog even long. Bumper 2, jullie mogen het bumper 2, jullie mogen de vuurtoren kleren. 3, jullie mogen eventjes perimeter houden richting het zuiden. En 1 gaat dan richting het noorden kijken. Ik weet dat het omgedraaid is, maar zo kunnen we snel doorbewegen zo meteen. Maak gebruik van de bomen, top tip. Zeker. Oké, okay, om weer terug te komen, ik had even long, excuus. Bravo die gaat launcher 1 van S400 gaan zijn nog riggen. Dan gaan wij naar de radartoren, daar wordt een LZ opgesteld en dan zijn wij hier aanstap weg, aangezien een gemechaniseerde compagnie onze kant op komt. Zijn we hier niet aanstap weg, dan worden we onder de voet gelopen, check. Copy. Wij zijn al ready om te bewegen. Toch? Binnen we 2?
Blitz en dan gaan we verder naar het noorden. Oké, Buripa 1 is beweegt via de blauwe lijn. Jullie mogen aansluiten. Ik jok nog even. Jok. Ik jok nog even. Mag je joggen? Ik kan joggen. Jog. Maar ja, sprint erbij. Ik ga sprinten. Oh, ik verstand je verkeerd. Dat jok er nog even. Maar sprint erbij was het. Ja, inderdaad. Nu zijn we bij. Oké, we gaan sprinten. Ik maakte weer een fout net toen ik down ging. Maar Bravo ligt nu ook al. Bravo is er bij de ruimte. Ja, klopt, maar daar komt ook onze LZ. Dus zodra wij zijn clear hebben, dan zetten wij even een korte 360 op voor een LZ. En dan kunnen wij verhouden wij dat gebied hier nog zuiver. Dan gaat Bravo S300 of S400 systeem 1 nog riggen in de compound en dan kunnen wij hier weg. Nog even halt. We doen wel even een pijlpunt. 2 mag links van mij en 3 mag rechts van mij. Dat is leuk. Super. Volgens mij is dat clear, maar. Ik zag net een kanonschot of zo daar vandaan komen. Oké, allemaal aangesloten, wapens hoog voorwaarts. Quinn, welke kant pakt Bravo zo meteen voor de 360? Wij zetten gewoon even de 360 op, geef ik ze aan hun door. Oké, kopje. Pakken we een 180 bedoel je? Hier, Alpha. Wij houden 360 en dan geven we het hem door. En dan pakken we wat anders. Bravo front, pas op. Ja. Ja, hij mag pijlpunt verbreken, we zitten goed. Kijk maar heel even richting het westen. Ik denk dat wij dat gaan pakken. Super 1-1 en Super 1-2 Bravo. Zet hem even 180 noord uit. 180 noord, kopie. Buddenpaar 1 pakt het westen, 6 noordwesten. 2, jullie mogen lekker naar de zee kijken. En 3, jullie mogen oost pakken. Ik ga even genieten van de... Ik hoor smokes vallen trouwens. Ja, oost smokes. Hallo Niels. Hallo. Wat een kutpositie. Zorg even dat hij 180 staat. Ja, 180 staat. Ja, aanstap wegwezen hier dus. Hier Alpha Roger, wat is uw advice? Wilt u deze LZ gokken of wilt u een backup op de westkant van het eiland? Graaf je eventueel heel snel in. Contact. Paniek. Ja, als u dat nu kan, dan zou dat top zijn. Dan zijn we gereed om in te stijgen. Hoe pak jij die trench anders? Over. Iets beter dekking. Wij mochten naar de zee kijken, was het? Ja, lekker naar de zee kijken. Geniet hoor. Mag de trench pakken, iets betere dekking. Niels. Ja? Hebben jullie die S400 al opgeblazen? Wij nog niet. Oké, wij ook niet. Ik hoorde net wel een grote explosie. Ik weet niet wat het was. Goeie vraag. Dat zien we dan vanzelf wel. Gaan we instijgen, kunt je? Ja, positief. We mogen voor ons richting de super komen, maar ik denk... 2. Is die voor ons? Die is van ons. Oké, we gaan instijgen voor onze super. Welke burger is dat? Mag instijgen. Gast, waarom weet ik jouw naam niet meer? Ja, stijg maar in zonder mij. Ik heb een burger. Ja, sorry, ik weet het niet. Ja, ik kan die eringsmoker alleen niet meer loslaten, waardoor ik niet meer in kan stijgen. Deze in truck. Ja, dat doe ik al. Ja, oké. Twee in. Eén is in. 2 in. 3 in, vraagteken. Iran, Julian, go positief. Ja. Nick, wij zijn al in. Positief. Oh god. 3 in. Graag iets eerder voortaan, lui, want
Dit is vitale seconde. Ik ben ready voor fire in the hole. Oké, check. Hier, Bravo, hier Alpha, wij zijn ready voor fire in the hole, over. Let op de noost, meerdere machine gun. Ik heb net... Nick, dat wordt wel heel erg crispy, man, als je die raket afvuurt hier. Oké, wanneer ready, fire in the hole, fire in the hole. Roger, fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Boom. Eenmaal plof. Ik hoorde al eerder een plof gaan. Zou je? Ik weet niet. Hier Alpha, fire in the hole. Waarheen, Quins? Wacht. Oh, jezus. Gezondheid, man. Holy fuck. Sorry. Alpha hier, of Bravo hier, Alpha. Welk object pakt u? Pakt u de HQ of pakt u kwartierkamp ook? Hier, Alpha, Roger, wij gaan richting mortier. Pak maar objective 4. Pop. Ja, land op strand. Bedoeling hier. Beste. Ja. Bedoeling hier, wij gaan hier een mortierkamp. Ramon, je mag je tourniquet eraf halen. Ik heb je dichtgeplakt. Doe maar. Als we hem kwijt, ook een pak geef. Weet je, als hier Jupiler, Nick? Als hier Jupiler? Ja. Yo. We hebben op voor zometeen vanaf de airbase. Mortieren die, of het is een mortierkamp, die gaan wij neerzetten, of die gaan wij uitschakelen. Dit inf een beetje omheen. Zorg dat je het goed kleert. Zodra we dat hebben gekleerd, kan er op voor vanaf de airbase komen. Dus ik wil zometeen ook een sterke lijn richting de airbase hebben. Dat houdt in sowieso de mag. En dan is het gewoon eigenlijk ASAP wegtrekken en wegwezen. Weten we wat daar staat op die airbase? Nee, wacht uit, want dat heb ik niet meegekregen namelijk. Zou fijn zijn. Ik heb sectoren gemarkeerd op de kaart. De markeringen zijn ter illustratie. Je hoeft niet op de marker te gaan zitten. Ja, check. Negatief Romeo, hier Alpha. Roger. Hier Alpha, wat is... Ramon, je bent helemaal 100%. Prima, dankjewel. Waarom is die markeermarker accuraat, weet je dat? Ik weet het niet. Weet jij het, Quincy? Okay. Ja, dan vraag ik. Oké, check. Waarom zit daar niet een lul? Wat zei hij? Ja. Paklap, ja. Yeah. Ja. Okay. Oh, oké. Okay. Nou, ik vraag het zo meteen. We gaan landen, Geer. Ik weet niet of je tijd hebt. Ja, nou ja, dan breekt hij hem af, jongen. Maakt niet uit. Okay. Hey, je bent 100%, ja? Klaar, ja, uitstijgen. Uitstijgen. Ja, gaat niks. Onbekend tussen. Fijn. Ja, echt geweldig. Oké, dan kunnen we voorwaarts gaan richting Tierkamp. Hou je oogjes open. Zorg dat je elk moment uit kan klappen, dus maak er even een enkele kolonne van. Ik heb Hornets bij trouwens. Oh, nice. Ja, gooi het maar in de lucht en breng maar richting de airbase trouwens. Dat is wel goed. Contact rechts! Contact kun je van mag. Niet gevraagd. Komt het draas is gekleurd? Droog gaat vlucht. Niet gekleurd. Check. Niet gekleurd. Zit nog een pax op zuidwest? Ik zie hem vanzelf wel verdwijnen als hij hem niet leuk vindt. Ja, pak snert. Oké. Van ons of? Nee. Oké, dan gaan we doorbewegen. BDP 1 gaat weer vertrekken via de blauwe lijn. Goed gereageerd. Mm-hmm. Als het contact te zwaar wordt, buddy gewijs voorwaarts hebben. Ja, check. Ja, we hebben 2 paksen. Klote bosje. Top. Daarom. Dat is wel een deel te minder geiten.
Contact! Front uitwaaieren. Links front. Een hit. Zij. Bordjes. Staak. Ik heb hier een medic nodig, markeerd met rood. Ger, jij zit ernaast. Oké, Brammy. Hey. Alleen mijn been is niet heel erg. Medic, kom er nu. Welke buddy paar... Voor mij is de buddy paar 3 nog leeg. Jullie mogen... Leeg. Dus nog even los. Jullie mogen naar voren gaan en nazuigen. Kopie. Ik blijf hier heel eventjes medic en dan gaan we ze ASAP weer verder. Oké, trek mij even van links op. 75%. 100%, Bram, we waren allemaal gezond. Oké, het ziet er clear uit. Ja, fysiek dan, hè, in het spel. We gaan weer verder bewegen. Eén gaat via de blauwe lijn verder. Wij zijn nu aan het approachen. Ben je oké, okay, Bram? Connection. Oh ja, ik ben oké. Oké, wil je hier een pijlpunt, Quincy? Ja, doe maar. Contact. Rechtsfront. Contact links, rechts. Oké, 3, dat mogen jullie aangrijpen. Jullie mogen naar rechts uitwaaien. Copy, copy. 1 en 2, wij proberen naar voren te pushen de berg. De deck van 3. Op jou, Wabal. Jo. Jullie mogen er achteraan gaan en nazuiveren. Kopje daar, Gerberke. Amin heb je. Amin heb ik ook bij me. Ik zeg constant die naam verkeerd, mijn excuses. Nee, het is oké. Ja, ik hoor je, maar ik ben los, ik kom dan. Oké, check. Ik ben er met Bram mee, rode paks. 1 en 2 proberen rechts om die rots heen te waaien. Volgens mij is het motierkamp daar. Ik heb Kira neer bij mij. Oké, we zijn aan het flanken. Check. Oortjes. Oortjes zijn komen vanaf de andere kant. Ja, let op oortjes, let op oortjes. We zijn aan het flanken. Doe maar houdt even friendly fire. Oh, wacht. Ik kan gewoon dit doen. Let op friendly. Watch your fire. Check. Wij enteren combat nu. Half je check. Combat clear. Netjes. Oké. 360 dan maar. Ja, zet me even een 360 op. Ik kom met eenmaal Noki Kieran, kom ik de compound in. Oké, binnen per 3, jullie mogen noord pakken. 1, wij pakken zuidwest. Blijf maar gewoon binnen de compound. We zien niet heel ver, maar het is goed zo. En 2 pakt zuidoost, die eraan hangt. Ik leg me vast in de zandbakken. Ik leg van een demblokje bij al deze kwads. Zandbak. Bram, als jij alvast dat mortierkamp of dat mortierbuisje kan riggen. Oh, mortierbuisje? Oh ja. Waar staat dat ding? Oh ja. Hier. Ja. Wat leuk! Er komt toch een QRF vanaf het vliegveld? Oké, mijn pak. Dat is het idee, ja. Dat is inderdaad wel het idee, ja. Pak loopt, pak is. Super 1-0. Contact! Aangekomen! Contact Noord! Op. Ja, top, dankjewel. Hallo! Hier, hoe dan? Contact Zuidwest! Heel nodig. Ik heb geen zicht. Naar Kieran, ben je weer? Ik ben weer bij. Mooi. Quincy, alles is gerikt. Quincy, ik heb een mannetje op 10 zuidwest in Bosch. Check. Verder geen heat op het vliegveld. Veel maar. Ik denk terug.
Ik ben hit. Ik had even een long line, goede zaak te riggen. Ik hoorde dat contact was, Zuidwesten dacht ik. Ja, 10 man Zuidwesten. Check, oké. Okay. De super is aan het aangrijpen, dus ga niet te ver buiten het mortierkamp. Dan houden wij hier even positie. En dan gaan we daarna gaan we ASAP wegtrekken. We zijn te veel aan het clusteren. Ik wil dat Bripper 3 en Bripper 1 houden in het westen slash zuidwesten. Bripper 2 mag terugkomen naar het noorden. Ik ben even die berg op gerend. Beetje overhoor. Kan je me een sprint geven? We hebben trouwens een Kieran die nog medic nodig heeft. Ja, Kieran die is weer op toch? Hij is weer geraakt. Ja, ik ben weer genoeg. Super voor mij toch? Ja, positief. Bram, kom eens even naar de mortierbuis van mij. Ik had er al iets opgelegd voor mij. Ja, weet ik, maar ik moet even een plannetje in de campagne. Ja, kopie. Dankjewel. Oh, ik zit vast in de rots. Help. Oh, het lukt. Hé, hey, ik ben vrij. Ik dacht dat ik je hier zou vinden. Zeg het eens. Ja. Lukt het om ons weer te egressen naar Noord? Eet je als een Jupiler ook onze exfil? Ja, denk het wel. Ja, dan gaan we dat doen. Als we onze exfil maken, dan ga ik super notifyen dat wij weer noordwaarts gaan. Ja. Is goed. Dan, ja. Super. Ik wil even een ace check. Wij gaan een egress maken richting Noord. HLC Jupiler wordt ook onze pick-up. Wij gaan met 30 seconden gaan we even een ace check, Amoon. Wat is je health, ammo, etc.? Alvast even de HLC. Helemaal goed. Alles. Bripper 2. Kushy. Bripper 3. Ik heb er even geen zicht op gegeven. Health is geil en MO is groen. Oké, kunnen jullie pakjes krijgen nog? Nee, wacht even met de pakjes. We gaan eerst naar de ASLC bewegen. Wij gaan ons bewegen richting ASLC Jupiler. Daar gaan wij opgepikt worden. Alles is gerikt, dus dan kunnen wij dat zo meteen boom doen op het moment dat we in de heli zitten. Dan gaan wij nu bewegen. Oké, Bripper 1 vertrekt. Oké, wacht nog even op mijn buddy, dus ik ga eerst even joggen. Let op, we vingen van net vanaf hier contact. Nee, heel goed, hoppala. Contact op rechts. Niet op ons, volgens mij. We bewegen gewoon door. Compleet, Moon. Oké, okay, we gaan sprinten. Contact voor. Kan Fendi zijn? Rechts. Ja, rechts. En wij rijden naar links. Contact op links ook. Drie pak rechts. Oké. Okay. Oké, veel overwicht krijgen, daarna kunnen die gewijs voorwaarts springen, check. Ja, kopie. Waar is dat goed op het links? Oké, ze hoorden wat, maar ik zie niks. Oh, ik zie weer wat. Rechterzijde springen. Boys, rap tijd naar de strand toe springen. Oké, hou jij dekking? Ik ga naar voren. Asa, bijtrekken. Bram, jij en je buddy. Kom naar voren, man. Kom aan. We zitten er nog in die clearing. We komen eraan. Ja, Kieran, we rennen. Er zit nog meer contact op vest. Wij lopen door naar het strand. Ja, Ger en ik zijn de laatste. Als Kieran door is, dan bewegen wij. Jullie kunnen allemaal door bewegen. We hebben de dekking. Wij lopen. Ja. Kust is vrij, laatste dash. Voorwaarts. Zijn we allemaal groen verder? Twee is al groen. We zijn. Kieran, je mag terugtrekken richting het. Contact Zuidwest. Strand. Ja, ik ben best. Sorry, ik bedoel. Wij hebben een auto kunnen? Ja, wij hebben een ZU richting Zuidwest. Ja, Roger. Ga kijken. Contact van de. Oh. Oké, ben ik maar 3 in de mogen richting het. Shilka. Richting? Ik ga grijpen.
Waar is dat ding? Oost? Fucking zuidwest. Op strand. Oké. Ik wil dat binnen per 3 sowieso naar het oosten kijken. 2 mag ook bijtrekken. 1, wij gaan zuid-zuidoosten. West. Dus 2 en 3 mogen het oosten aangrijpen. Copy. We hebben ook iets van een autocam in het oosten. Ja, dat is een ZU. Copy. Ja, ik ga even naar bewegen naar die stenen kijken of ik een RPG in zijn reet kan douwen. Check, bezig gereed om in te stijgen, zo meteen als super staat, dan gaan we aanspringen stijgen. Ik ben 20 seconden weer hier weg. Hij is inbound, afbreken, terug naar de LZ. Contact zuid. Afbreken, smoke gooien, terug naar LZ. Is daar goed? Ik kan niet rennen, moment. Ja, maar je kan terug gaan, ik heb overgenomen. Hoe de fuck wil hij op gaan stijgen met die ZU boven zijn nek? Ja, via het noord eruit. Nou, als die gozer suicidaal was, doet hij in ieder geval alleen nog zichzelf te danken. Jorgen, ik kan instijgen. Oké, ik ben in. Ja, dat is helemaal prima. Even niet. Kom goed. Alfa al in. Nee, ik laag weg. Hij staat letterlijk net over het heuveltje. Ik had hem zien schieten. Ja, ik zag hem net staan. Dat is geen goed teken. Oké, Sven is goed. Brand oh, fire in the hole, vraagteken. Goed. Ja, fire in the hole. Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Iran, goed. Ja, Mark. Hier. Andere roep ik voor de zin. Jezus. Ik ga waarschijnlijk hier wel vangen nu. Andere roep meer, als we andere hier doen. Moet er even wat saline bij gooien, ja? Yo. Oh, je krijgt contacten van rechts voor ook nog, Nick. Ik zag hem wel knipperen. Romeo Alpha. Oei. Oh, dat is een flash. Oh, ja. Alpha, flash. Bro, laat je flash zien. Ziet je helemaal de keepers in. Oh, dat is wel wel, dat is wel heavy. Jongens, even in een gevecht, even je kop dicht. De piloot hebben al zijn aandacht nodig bij het vlieg. Wat de fuck wilt hij nou dat hier, doen? Hier Romeo herhaalt. Echt Daniel, of Daniel, Leonardo's missies zijn echt zo vaag, hè? Ja, 40% hier. Ik hoorde jij wat hij zei? 60. Ik heb geen flauw idee. Oké, ja, ik hoorde iets met Zulu veilig landen, maar... Ja, ik dacht dat Zulu is gecrashed. Met toch geen Zulu? Zulu is heel lang geleden. Jij bent helemaal goed. Bent toch niet van de Euro? Eerste gedeelte heb ik niet meegekregen. Tweede gedeelte, Zulu veilig kan landen, heb ik wel meegekregen. Amon, je pak loopt, Amon. Wat? Blijf even stil. Ja, ik ben aan het werken. Politie? 100% Amon. Ja. Oké, okay, hier Alpha Roger uit. Ik hoor dus Rocket Run op de, of bij Bravo. Zodat de andere Zulu veilig kan landen. Ja, maar ik zie geen Zulu's in de EO. Nee, ik ook niet. Ik zie wel nog steeds die radar van die van jullie die zet. Ja. Nog steeds. Quincy hebben 100%. Mooi. Dus als hij moeilijk gaat doen, dan maak ik hem kapot. Ja, eigenlijk moet doen. Oké. Okay. Kapot maken. Leuk zijn moeder, Nick. F, F, F. En misproof. Nee, ik zit nog steeds met mijn eigen kutding. Een Rocket Run? Kan jij zijn Rocket Run? Wat ben je kut? LC Dommels, dat is jouw target, Nick. 1-1. Als we niet klaar zijn, dan kan dat zeker. Als hij Dommels, wat de fuck is dat dan weer voor naam? Dommels, dat is bier. Als hij Dommels KVO op de.
Dan tikken, 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 tikken. Ja, moet je wel versmollen hoor, Nick. Ik mag trouwens niks zeggen, ik heb 3 keer precies gemist. Ik had het hele ding nooit gezien. Ik heb nog steeds een piep van jullie. Ja, ik zie hem ook achter me, dat is heel irritant. Kun jij zien wat het effect was op die zet u? Nee. Hoe zou ik dan een godsnaam moeten zien? Let op bij de mortiercompound van de andere groep, daar zit ook nog steeds een actieve ZU. Ik zie niks roken daar. Nee, ik ook niet. We gaan gewoon nog een keer kijken. Hoeveel heidegaars heb je nog? Nog 23. Genoeg. Oh. Ik zie nog puntjes uit mijn raam, dat zal wel goed zijn. Stop mee piepen! Volgens mij is hij kapot, nee. Wel. Ja, dat is een wrak. Ja. Wat willen ze dan van mij? Ik weet niet. Wil dat de compound van de tering helpt? Ja, hun zit in de compound, dus ik zou niet weten wat. Ja. Overwatch. Ik word echt gek van de gepiep. Hoe vlieg je heen dan? Dan schakel hem uit. Nou, hij is weg. Ja. Zie jij de radar ook? Ja, ja. Ja, dat dacht ik. Wat dacht je, dat ik gewoon slap uit mijn nek aan wilde lossen? Ik vlieg over jou. Volgens mij is het voor iedereen tijd voor Instagram. Ja, dankjewel. Ik heb zin om dat pompstation op te blazen. Doe dat toch. Daar zat vijand. Nee. In de inventory zit ja, de RPG 29, jongens. Waar? Oh ja, ik zie ze. Wacht even. Die ook in de inf? Thanks, Ger. En nog een. Nou, dan heb ik er weer 10. Top. Geen vijand meer, Nick? Nee, maar kom zonder stapelman. Nou, David, zorg eens dat je goed binnenstijgt. Lamp op dak. Het duurt wel lang meer, hè? Hebben ze een reden gegeven? Nee, daar verzon ik echt niks van. Hebben ze een reden? Nou, RTP of wat? Check, full pool.
Lui index. Wel een traantje. Nou, zo meteen op deze index, Bram. Je kan het wel bekende praatje er doorheen gooien. Yay! Woehoe! Doe dan! Is dat apart? Nou, we zetten hem op base. Nog geen index. Ja. Ja. Wat heb je hier? Ja. Net een goede powerlines trouwens. Wel die powerlines in. Jouw eerste fucking Axel LZ, je gooit de smoke onder de powerline. Ja, die stuitte er gewoon iets verder weg dan ik verwacht. Ja, ik zie het ook wel gebeuren dat jij zegt van let op die powerlines 3 seconden voordat jij hem zelf in die powerline. Klonk, ja. Oh, ik vlieg heel snel. Ja, 230 denk ik, verdomme. Draait hem eens even om, gaat slecht de achteruit in parkeren met dat ding. Uf. Ja, zo'n ding wat je altijd bij squad ziet, dat hij gewoon midden in de lucht omdraait. Ja. Skur. Driften met een heli, hoe doe je dat? Rela, index. Wapens ontladen, helmpjes af, beretjes op. Hoortjes uit. In de Unox. Goed gewerkt, man. Lekker agressief de hele tijd. Dat was Bram en hij was uw plapper vanavond. Ja, dat was ook Vinci en dat was de Gipsy. Eigenlijk waren we meer te agressief dan te niet agressief. Dat is wel, dat is lekkerder werken dan alles. Goed bezig allemaal. Eén pluim. Eén pluim. Ja. Maar één. Pluim. Maar één. Eén applaus. Maar hij moet nog geen tweede. Dat verdien je niet. Nee, joh. We moeten niet te gek gaan doen. Ja. Kun je die luie bij de even dealen? Uiteraard. Heeft Daniel weer in de hand geland? Nee hoor. Nee. Nee, dat was jij, Nick. Nee, hoor. Oh, de eerste keer landt je wel een beetje hard. Ja. Noem maar dat wordt Nick deed wel een beetje pijn aan, man. Als dat hard was, dan heb jij nog nooit iets hard gezien. Nou. Ik weet wel wie anders wat hard heeft gezien. Nick, Martin. Nee, Martin, ja, ook. Nou, Leonard, begint te lullen. Ja, welkom terug. Alle objecten zijn behaald, behalve object 3. Daar staat nog één lanceersysteem. Deze is nog niet kapot. Welke dan? In het zuiden, punt 4. Oh, die lekker. Alfa, kutlui. Die nog even. Was van... Bram? Toch een lui van Alfa, denk ik. Het vrij ja, neem die pluim maar weer weg, Bram. Hoe ja, fucking wel heb je. Maak die pluim een spank. Het is verder. Oké, verder, lui. 10 stuks. Je krijgt de kans om zo'n ding uitschakelen en dan wordt er niet dubbel gedaan. Ja, dan was er iets dubbel gedaan. Als ik jullie één les mee wil geven bij deze missie is... schiet niet met 556 op een BTR 82A. Dat ga je niet winnen. Ik zet die BTR's allemaal op Do Not Fire Upon. En wat zie ik? Iemand met een 556 geweer, ik ga niet zeggen precies wat. Die begint op een BTR te schieten... met voorautomatisch en die BTR draait het koepel om en die blaast hem opzij. Dat zal wel dus... Kieran zijn geweest. Oh nee, maar... Negatief, ik heb 762. Ik ga er hier verder geen uitspraken meer over doen. Jullie ook wel weten wie het was. Soms moeilijk object gehad, soms iets makkelijker. En op het einde heb jullie allemaal een beetje de hel van de wereld willen laten meemaken. Wat er voor ons ook wel relatief goed ging. Dus ik ben ook wel blij. Ik hoop dat jullie trouwens een leuke missie hebben gehad. Alva. Ja, Dat verklaart het allemaal een beetje. Maar ja, één S400 systeem niet uitgeschakeld op 3. Nou ja, dat was een beetje chaos en onduidelijkheid dan. Verder, ja, goed gewerkt. En ging best goed. Pluim aan wel toch aan Bram voor het plava zijn. Ondanks hoofdpijn had ik... kan hem willen besparen, het nadenken. Maar ja, hij wilde het. Dus goed gedaan. Bravo. Ja. Een leuke missie. Nee, ik vond het wel lekker gaan. Ik had natuurlijk weer de standaard. Want ik heb heel raar, maar dat is dus als ik op mijn seat heb activeren, dan kan ik crashen. En nu, in dit geval, is het weer zo. Dus het eerste objective je magazijn. Was ik in één keer weg. En het was even schakelen, denk ik, voor de club. Maar dat is uiteindelijk ook goed gekomen.
Ja, wat ik zou zeggen, Ruben is mijn plava geweest van de 8T best netjes, vond ik. Amoen magazijn. Ik ga natuurlijk nooit perfect zijn, maar goed, dat doe ik zelf ook niet. Toen we bij tweede objective, of bij de objective 3 kwamen met Alpha samen, hebben wij dus alles goed gedaan. Waar Alpha alleen vergeten is. Dus dat ging ook lekker. Nou, eigenlijk ging alles wel goed. Laatste objective ging ook goed. We zijn met iedereen hebben geen keers gehad, wel wat zwaar gewonden. Maar goed, die hebben we allemaal mega extract. Dus dat ging ook netjes. Ja. En het is natuurlijk lastig hè, bij zo'n hotel als objective 5 bij ons was. Dat je dan, je weet niet hoeveel verdieping je hebt. Normaal heb je natuurlijk als je zo'n objective gaat pakken met een club van 6 man, 7 man. Dan heb je natuurlijk al meer planningstijd. Dus dat is nu een beetje lastig. Je niet per se weet hoeveel kamertjes en wat. Je weet eigenlijk net niks. Behalve er zit vijand en er moet allemaal dood en daarna moet je weg. Precies. Dus dat. Dus na omstandigheden vond ik dat het heel goed ging. Ja, heb nog... we gewonnen hebben en nul casualties eigenlijk. Heb je nog halverwege een groep die wat inboeken? Verder. Clu. Ja, een beetje rondje gevlogen en dat wil ik ook gelijk voor de andere missiemakers zeggen. Ik denk dat ik ook voor Daniel spreek. Als je armd inzet en vooral twee, zorg dan ook dat ze iets te doen hebben. Want wij hebben nou eigenlijk nutteloos rondjes zitten vliegen om objectives en niks gedaan. Dus let daarop. Ik wil niet zeggen, ik wil niet gaan wijzen, maar er was genoeg werk dat kon werden verricht door een helikopter. Zoals het bestoken van object voordat je erin gaat. Dit is iets wat we later wel kunnen aanhalen in een debrief als je dat wil. Ja, dat is al zoveelste keer. Ja, maar ik ga niet voor iedereen dingen. Pak zet de groep. Bram T. Nou, mijn tactische beslissing om de laatste S400 te besparen, zodat wij deze kunnen innemen voor onderzoek. En daarbij is het lanceersysteem, of de radar is uitgeschakeld, dus het ding is dead weight. Dus wat mij betreft missie geslaagd. Ja, behalve dan dat je hem achter een truck hangt en naar een nieuwe radarsysteem rijdt. Nou ja, het staat op een eiland, dus succes. Er staan nog betonbruggen die gewoon... Die hebben Alpha erop geblazen. Nee. Hij is er ook gekomen, dus hij kan er ook weer weg. Jen. Oh, misschien een Quincy check. Suggestie om voortaan de panzervouders thuis te laten een RPG-7 mee te nemen. Daar raak ik wel dingen mee. Verder leuke missie. Ik heb de helft gemist, maar was grap. Daar raak je wel dingen mee. Sven, je moet je mond houden. Je schiet op 600 meter met een panzervouder, schiet jij een tank eruit. Nou, Quincy heeft al het recht om te spreken gepakt, dus ga lekker door. Nog even wel een ding. Als er iemand op long zit, zie je GPC. Dit is nogmaals weer in de heli. Zorg gewoon dat het stil blijft. Ik heb 3 keer Leonard moeten vragen om een herhaalbericht, aangezien ik niet verstond wat hij zei, omdat er constant geluld werd in de heli. Zorg gewoon dat er stilte is. En zeker als ik zeg even stil lui, dat er dan nog steeds dingen worden gezegd. Dat was wel even een hekelpunt. Zorg gewoon dat het stil is, dat ik gewoon aan de long kan, of dan wel GPC, dan wel de piloot. Ja. En als laatste punt nog steeds, wil ik nog een keertje aanhalen. Ga gewoon niet met 5F6 op fucking voertuigen schieten die je niet kan penetreren. Dan volgende keer pak je gewoon A1 in je gezicht en dan zijn je buddies ook gewoon Kia. Dan hebben we nog een adjudant die misschien wat wil zeggen of niet. Dan moet je niet ineens spontaan naar Wisper gaan, Niels. Dat heeft geen zin. Nee, ik switch. Oh. Ik doe het even goed. David, u mag naar voren. Demotie! Nou, wachtmeester. Ja, naar corporaal. Soldaat 2. Pak maar een van die RPG's erop. Ja, volgens mij weet hij wel waar hij mee bezig is. Dus veel uitleg niet nodig. Hij wordt sergeant major. Hey. Ja, man. Dat is lang geleden. Is dit nou weer? Ja. Was dat het? Tuurlijk. Dus Leonard, bind hem alstublieft vast. Ja, momentje. Jongens, boeven! Geen eens. Even kijken, Dragon's Breath, let's go! Weet je het in bij die waterlui? Sergeant Major? Leonard, ik kan hem niet ver genoeg draaien! Pensioen. Oh, moet ik hem zelf ergens bedraaien? Pensioen? Oké. Okay. Nee, ah, oh, kut. Ik ben stuk, nu. Hij staat vast, of niet? Ah. Nee,
hij staat nog steeds niet wel. Kunnen we hem niet verzuipen gewoon? Nee, nacht jongen. Ah, hij laat een rol, hij laat een rol. Die module werkt niet. Ja, heel goed. Hoi. Ah, what the fuck. Doe recht op hem. Doe recht muisknop op hem en doe capture. Klaar. Ja, oké, lui. Voor degene die maap heeft, vrees de wapen. En straks één keer vuren ook met je P50. Ah. 3, ja, 2, 1, vuur. Keurig. Lekker man. Was ik er geen?